Hartelijk welkom op het vierde STOA Slip webinar. We zitten hier in de studio in Amersfoort. En we hebben een Slip webinar over hoe de slipwereld er in de toekomst uit gaat zien. Het is het vierde Slip webinar. En de eerste dat ging over TDH's. Dat was in december zijn we begonnen met het organiseren van Slip webinars. Het tweede Slip webinar dat ging over slipontwatering. En de derde was de innovaties die er zijn in het Slip. En we sluiten deze serie van vier af met hoe de toekomst van het Slip eruit gaat zien. We hebben daar heel veel mooie gasten voor, een mooi programma. En ik heb wederom Merle de Kreuk gevraagd om dagvoorzitter te zijn. Ze is professor milieutechnologie aan de TU Delft. En wij zullen jullie samen door deze middag heen leiden. Maar voordat we dat doen, wil ik eigenlijk toch wel even nog een paar mensen noemen die eigenlijk heel belangrijk zijn geweest om deze slipwebinars te organiseren. Allereerst Leon Korving, die heeft achter de schermen veel werk verricht. En ook Jessica van der Doe vanuit communicatieoogpunt. En Stefan Vlos, die heeft hele mooie filmpjes gemaakt. Daar gaan we er vandaag ook weer een paar van zien. Dus ik wou toch wel heel graag deze personen toch wel eventjes in het zonnetje zetten. Vier slipwebinars, voorlopig de laatste, maar KNW neemt het stokje over. Op 17 juni gaan zij een symposium organiseren over circulair slip en een organisch vraagstuk. En ze gaan het er hebben over biologisch zuiveren, maar ook over fysisch-chemisch zuiveren. Dus ik denk dat u dit wellicht ook interessant vindt. Dus alvast goed om te noteren, 17 juni. Maar goed, nu, vandaag, het vierde slipwebinar samen met Merle en een heleboel gasten in de studio. Merle, heb je er zin in? Hartstikke. En het is zo gek om iedereen weer in 3D te zien, ja. Opeens. Het is even wennen. En Cora die had voor iedereen sneltests meegenomen. Dus we zijn allemaal safe volgens de sneltest. Jullie gaan straks ook een tafel zien waarop het lijkt alsof we echt heel dicht op elkaar zitten. Maar dat is perspectief. Dus het is gewoon een hele grote ovale tafel. Om dat eventjes helder te maken. Dus alles gaat helemaal veilig. En ja, we zijn hier met aardig wat mensen. Maar Leon zit helaas toch thuis. Dus ik had eindelijk Leon live weer eens mee kunnen maken. Nee, hij zit aan de Q&A. Hè? Hij moet alle vragen van thuis goed in de gaten houden. Dus daarover gesproken. Als u een vraag heeft tijdens de presentatie, typ hem in de chat. Die vindt u aan de rechterkant van het scherm als het goed is. En belangrijk, niks gaat anoniem vandaag. Dus bij de chat graag voor- en achternaam invullen. En dan kunnen we de vraag behandelen. Hopelijk, want als er veel vragen komen, dan lukt dat misschien niet helemaal. En ja, er zijn ontzettend veel mensen vandaag. Ik zie het nu niet live, dus dat gaan we straks ook aan Leon vragen. Maar er waren in ieder geval meer dan 200 aanmeldingen. Dus ja, we zijn allemaal een beetje zenuwachtig hier in zo'n studio met zoveel mensen thuis. Ja, dus het wordt hybride. Ook een van onze presentatoren gaan jullie straks zien. Die kan er ook helaas niet zijn, maar de rest zit allemaal hier. De centrale vraag vandaag, Cora. Hoe werken de slip-eindverwerkers toe naar verduurzaming van de slip-eindverwerking in 2035? En welke implicaties heeft dat voor acties nu of in de komende paar jaar? Nou, ik denk dat jullie daar allemaal thuis wel wat mee kunnen. Ik hoop dat we daar tot een mooie conclusie gaan komen. Of het één conclusie gaat zijn, dat weet ik niet. Maar het zullen denk ik wel meerdere zijn. Jij mag het samenvatten aan het eind, dus dat komt altijd goed. Ja. Ja, we kunnen denk ik naar de polvragen. We starten weer met twee polvragen, zoals jullie van ons gewend zijn ondertussen. De eerste polvraag gaat over wat voor soort organisatie werk je. Dan weten wij een beetje wie er aanwezig zijn. En de tweede polvraag zal zijn over wat je belangrijk vindt voor de slip-eindverwerking. Dus ik ben benieuwd. De poll is open als het goed is. Dus jullie kunnen gaan invullen. Wij kunnen op een schermpje meekijken of dat allemaal goed komt. En ondertussen wil ik ook nog zeggen.
Wederom vandaag, als we het over slip hebben, hebben we het over slip uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Communaal slip. Er was al een opmerking over geplaatst. Oh, nu alweer. Ja, ja. Dat gaat goed. Ja, ja. Nee, dus iedereen weet de Q&A goed te vinden. De disclaimer is er alweer. Ja. Ja. Nou, ik zie nog geen antwoorden verschijnen. Ik weet eigenlijk niet hoe lang jullie precies hebben, maar dat gaan we afwachten. Ja. Ja, daar komt hij. De poll is dicht. En 35,8%, heel precies, van jullie komt werk bij een waterschap. Als beleidsmedewerker of technoloog. We hebben ook aardig wat directie- of bestuursleden in de zaal. De adviesbureaus zijn ook weer goed vertegenwoordigd met bijna 21%. We hebben wat technologieleveranciers, afval- of slipverwerkers. Nou, eigenlijk is het voor jullie dit. Dus gelukkig zijn jullie daar met 6%. En dan, dat vind ik altijd zo'n fantastische categorie, anders. En dan ga ik de hele webinar zitten denken, welke andere mensen zitten er nou bij? 18%. 18%, dus dat zijn er echt een boel. Ja. Wat vind je belangrijk voor de slip-eindverwerking? Je mag er 3 kiezen uit deze lijst. Dus je mag geen percentages geven dit keer, maar de 3 belangrijkste items voor jullie. Dus zijn het de kosten? Is het energiebesparing of een lage CO2-impact? Grondstoffen terugwinning? Moeten we alle milieuverstorende verbindingen in het slip afbreken of immobiliseren? Of moet die alleen betrouwbaar zijn? Jammer dat er nog niet iets bij staat van alle bovenstaande zaken. Ja, dat je gewoon... want je moet er nu 3 kiezen en dat is altijd heel moeilijk. Ja. Maar ja, anders heb je 100% alle bovenstaande items. Dat is zo. Ja. Het is ook altijd leuker om een keuze te maken. Om er even maken. Over na te denken wat nu echt de belangrijke zaken zijn. Ja. En natuurlijk niet te lang nadenken, want straks sluit hij en dan heb je niet je stem kunnen uitbrengen. Ik ben ook erg benieuwd. Ik zie, dat is heel leuk. Wij zien hier door een glazen scherm de mensen zitten die hier straks gaan spreken. Ik ben echt heel benieuwd wat die hierop zouden antwoorden. Maar ja, dat kunnen we niet zien. Maar wat zou jij antwoorden, Merle? Oh, ik mag er 3, hè? Nou, jij noemt er eentje die voor jou het belangrijkste is. Nou, ik vind altijd heel belangrijk dat we de milieuverstorende verbindingen ook echt uit het milieu halen. Dan heb je het over de micro's, maar ook de microplastics en dergelijke. Ja, al dat soort stoffen. En zolang we niet weten hoe we die op een andere manier uit het slip moeten halen, ja, dan moeten we die zorgen dat die niet weer terugkomen in het milieu. Want daarvoor hebben we die hele zuivering. Ja. We hebben antwoorden. Nou, ik ben toch blij dat 46% het met mij eens is. Maar de meeste mensen vinden het toch echt heel belangrijk om grondstoffen terug te winnen. En dat zien we wel wat er... Ja, dat is natuurlijk ook de tijdsgeest. Alles moet teruggewonnen worden. Ja, ja. Eigenlijk vinden de minste mensen de kosten belangrijk. Dus slip-eindverwerkers. De kosten hoeven niet drastisch omlaag. Ja. Bij dit publiek, hè? Bij dit publiek, maar er zitten ook bestuurders bij. Dus dat is prettig. Klopt. Eigenlijk is de verdeling verder redelijk gelijk. Ja, dus eigenlijk zijn al die punten die we opgegeven hebben, die zijn redelijk. Als jij je F-vraag had met duidelijk geweest. Ja. Ik denk dat we snel verder kunnen. Ja. Is het niet, Cora? Lijkt mij ook. Ja. Dan gaan we nu starten met een filmpje. We hebben filmpjes uit het waterlab van de TU Delft met een aantal jonge onderzoekers waar die ook zijn gevraagd, wat vind je nu van de slipverwerking? Waar gaan we naartoe in de toekomst? Eline van Berlo. Ik zie ook nog wel heel veel mogelijkheden. Voor mezelf persoonlijk, maar ook voor de hele industrie en wereld. Om dus ervoor te zorgen dat we de hoeveelheid slip kunnen verminderen en de slip die we hebben kunnen proberen te zien als heel waardevol. Maar ik zie ook dat er nog wel heel veel onderzoek daarvoor nodig is. En dat we met z'n allen moeten proberen om dat zo goed mogelijk te doen, om uiteindelijk die toekomst zo mooi mogelijk te maken voor ons allemaal. Ik ben Eline van Berlo. Ik studeer Environmental Engineering. En we zijn nu in het waterlab van civiele techniek. En ik ben nu aan het afstuderen, dus ik ben druk bezig met het afronden van mijn master. En daarvoor doe ik dus een thesis. En dat gaat over
stikstof uit het water halen. En nou, zoals u misschien wel weet, is dat momenteel een heel groot probleem, overal in het nieuws. Dus daarom dacht ik, ja, daar wil ik ook iets aan bijdragen. En misschien er zelfs voor zorgen dat we daar een waardevolle stof van kunnen maken. Ja, ik studeer ook nog biotechnologie, dus dat is ook nog meer in de... kan in de waterzuivering richting zijn, maar ook in de hele biologische processen optimaliseren om ervoor te zorgen dat we de chemische industrie misschien iets kunnen verduurzamen. En ik denk dat daar mijn hele passie ook al in doorstraalt. Ik wil hierna ook heel graag op een bepaalde manier industrieën of overheden kunnen motiveren om momenteel misschien niet altijd duurzame processen, uit ontwetendheid misschien ergens ook, te verduurzamen. En ook stoffen die we nu misschien als afval zien, als een nieuwe resource, als een nieuw materiaal te kunnen zien waar we heel veel waardevolle stoffen uit kunnen halen. Ik denk dat dat echt mijn missie is en dat ik wil laten zien dat, dat wat we nu misschien maar dumpen of verbranden, dat je dat veel als veel hogere kwaliteit product kan gaan zien. En zoals ik in mijn thesis dan heb gedaan, is stikstof uit het water halen. Maar ook kijken naar hoe we die stikstof dan waardevol kunnen maken, dus kunnen gebruiken. Ondertussen is Noornij aangeschoven aan tafel. En Noornij is afdelingshoofd waterketen bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en lid van de Vereniging van Zuiveringsbeheerders van de Nederlandse Waterschappen. Ze zal ingaan op de huidige infrastructuur en knelpunten voor slipverwerking. En met name met oog op de doelstellingen van de waterschap voor de toekomst. Noor is altijd in voor vernieuwing. Haar aanstekelijk enthousiasme heb ik mogen meemaken toen we beide actief lid waren van Waterwegen. Een tijd waar ik nog graag aan terugdenk. Noor is in het slip terechtgekomen, ben ik vandaag pas achtergekomen, door geschiedenis te studeren. Ja, je weg kan soms raar lopen. En via een open sollicitatie is ze zo het slip ingerold, naar eigen zeggen. Noor, ga je gang. Ja, nou, fijn dat ik hier mag zijn, dankjewel. En ik heb er ook ontzettend veel zin in. En het is een prachtig, prachtig onderwerp. En om te beginnen wil ik nog even iets aanvullen. Hè, want je begon je opening met dat dit een uitdaging is, ook voor de eindverwerkers. Maar ik vind het ook echt een uitdaging voor ons, wij de waterschappen. Dus volgens mij moeten we dat vooral ook heel erg samen doen. Ja. Dus en dan even op naar het robuuste en flexibele plan voor een duurzame slipverwerking. Ja, eventjes kort, hè, misschien voor de mensen. Nou, ik denk dat iedereen het wel weet, maar toch. Nou, wij als waterschappen transporteren afvalwater, we zuiveren afvalwater en we verwerken het slip. En dat is ongeveer 1,4 miljoen ton per jaar. Eventjes voor alle duidelijkheid, dat zijn 56.000 vrachtwagentjes. En als ik dat omreken naar werkdagen, dan rijden er gemiddeld zo'n 215 vrachtwagens met ontwaterd slip door Nederland. Dus dat is nogal wat. En de kosten die daarmee gemoeid zijn, die waren bij de laatste bedrijfsvergelijking circa 122 miljoen. Dat is dus, het is veel geld, veel slip. En er ligt een groot geïnvesteerd vermogen voor die huidige infrastructuur. Dus dat is misschien goed even om te weten. Nou, hoe verwerken we dat slip? Hoe doen we dat? Daar hebben we eigenlijk verschillende organisatievormen voor als waterschappen. We zijn wel 21 waterschappen met allemaal dezelfde taak. Maar qua organisatie zijn we soms wat anders. Dat zijn deze vormen. We hebben aandeelhouderschappen, we hebben waterschappen met eigen installaties. We hebben waterschappen met combinaties, waterschappen met een contract met een private partij of ook combinaties daarin. En als verwerkingsmethode, einde van de rit, zal al het slip een thermische verwerking moeten ondergaan. Maar ook daarin hebben we een aantal varianten. Het grootste gedeelte wordt in de monoverbranding gestopt. Een deel gaat in de co-verbranding en dan hebben we nog de hoek drogen en vervolgens het granulaat wat daar van overblijft. Dat wordt dan wel weer verbrand of afgezet. En dan hebben we zowel de biologische drogers, het composteren, als het drogen met aardgas. Dus dat is even in het kort onze speelveld. Nou, als je daar even terugkijkt, dan zie je dat we vanaf 2012 eigenlijk vooral wat zorg hadden voor overcapaciteit in analogie met de afvalsector. Wij gingen steeds meer energiefabrieken bouwen en kijken of we grondstoffen en energie uit dat slip konden halen. Waardoor de verwachting was dat we steeds minder slip zouden krijgen. En dat was eigenlijk de reden om toen te zeggen, we gaan een beetje scherp aan de wind varen en we gaan niet grote installaties bijbouwen. En je ziet ook dat die energiefabrieken hun werk gedaan hebben. Je ziet daar ook het slip afnemen.
Tegelijkertijd hebben we wel degelijk ook autonome groei. En ja, de Duitse markt viel weg. In die zin, dat was een soort overloop voor ons. En daar werd de wetgeving aangescherpt. Waardoor een deel van dat slip, wat wij altijd als sector naar Duitsland brachten, dat mocht niet meer. En vervolgens tot slot viel de capaciteit van AEB in Amsterdam tijdelijk weg. En dat was best wel een stevig incident. Nou, ik denk dat de meeste mensen de krantenkoppen nog wel weten. Dat was wel een reden om te zeggen, jongens, dit willen we anders. En zo hebben wij in maart 2020 de opdracht gekregen van de ledenvergadering van de Unie om een robuust plan te maken. En toen is er een regiegroep opgericht en een taskforce slip, samen met de eindverwerkers en mensen uit de waterschappen, een paar mensen van de Unie. En hebben wij met elkaar bedacht, wat is dan robuust om te beginnen? Nou, eigenlijk heel simpel, hè? Aanvoer en eindverwerking zijn in balans. Als er een incident is, dan kunnen we dat als sector ook samen opvangen. Zodat we niet meer met vrachtwagentjes over naar toe rijden en vervelende krantenkoppen hebben. En we maken afspraken over wat we moeten doen als er een echte calamiteit is. Dat zijn ook afspraken die we met RWS en met het ministerie maken. En de laatste, dat is natuurlijk de meest interessante en daar gaat het nu ook over. We willen ook voldoende flexibel zijn om wel degelijk die verduurzaming en die circulariteit in te brengen. Nou, en als ik daar zo naar kijk, hè, dan zie ik een transitie voor me. En eigenlijk zijn we nu bezig met slipverwerking. We hebben het ook altijd maar over de slip-eindverwerkers. Ik vind dat we naar slipopwerking toe moeten. En dan ga je echt anders naar de sector kijken. Misschien uiteindelijk wel naar helemaal geen slip. Dat is nog even wat verder in de toekomst. Maar als ik dat zeg en ik kijk tegelijkertijd naar dat tweede plaatje en alles wat er ligt en hoe we dat doen, ja, dan zie ik daar ook allerlei dilemma's, hè? Autonoom versus collectief. Je wil aan de ene kant innovaties de kans bieden, maar wij moeten ook die 215 vrachtwagentjes elke dag echt ergens naartoe kunnen brengen. Dus dat is ook een hang naar grote bewezen technieken. Ja, het gaat over het heden, maar het gaat zeker over de toekomst. Flexibel. Ja, het ene waterschap is ook wat risicomijdender dan het andere. Denk je vanuit kansen of denk je vanuit risico's? Kortom, het is nog niet makkelijk. Tegelijkertijd, als ik er dan boven ga hangen, dan denk ik, ja, als waterschappen hebben wij ook die kracht eigenlijk al in huis. Want juist de diversiteit, hè, in onze organisatievormen en verwerkingsmethodes, en ook dat daar verschillende tempi in zitten, hè, afschrijvingstermijnen van grote installaties, biedt ook heel veel flexibiliteit. Mits wij als sector vanuit het geheel kijken en niet ieder waterschap voor zich. Nou, en als ik dan even kijk, hè, naar de oorsprong. Ik heb niet voor niets ooit waterschapsgeschiedenis gestudeerd. Ja, toen deden we nog niks met zuiveren. Maar daar zit wel een enorme collectieve, een soort solidariteitsbeginsel zit daar in ons DNA. Dus eigenlijk ben ik van mening dat we alles in huis hebben om dit ook te kunnen doen. En dan denk ik, wat staat ons dan te doen? Nou, belangrijk, maar dat komt straks ook in de andere presentaties terug. Hè, die lock-in voorkomen. Keuzes die je nu maakt bepalen voor een groot deel ook de toekomst. Ja, je moet willen investeren in die transitie. En daar komen toch de kosten langs. Maar goed, ik heb net gehoord dat gelukkig niet als nummer 1 bovenaan stond. Want ergens, je moet investeren. Ja, en leiderschap vind ik daar ook echt wel belangrijk in. Lef tonen. Want als je wel met z'n allen zegt van we gaan ruimte bieden, dan zullen er ook een aantal wat meer risico moeten nemen. En dan moet je dat ook met elkaar willen dragen. Dus daar moet je dan ook echt samen voor staan. Ja, en ik zeg altijd maar, als je veranderen wil, dan kan je kijken naar waar je naartoe moet. Hè? Maar dan ga je van A naar B. En ja, als je doet wat je deed, dan krijg je wat je had. Dus dan ga je toch vanuit je huidige kennis ga je dat doen. Ik denk dat we ook vanuit B naar A moeten kijken. En ik hoop dat we zo direct een paar mooie voorbeelden en presentaties krijgen van de eindverwerkers, hoe die B eruit zou kunnen zien. En dat we dan met elkaar terug kunnen kijken naar A. Dankjewel, Noor. Dat mooi verhaal. Zo. En inderdaad weer een wervende start van dit webinar. Dankjewel. Leon, ben jij daar ergens in deze ruimte? Ja, daar is hij. Hoera, 2D. Zijn er vragen al binnengekomen op de poll? Of is iedereen nog heel hard aan het nadenken over de woorden van Noor? Iedereen is nog hard aan het nadenken. Dus er is nog ruimte voor vragen. Ik heb wel een suggestie gehad voor wat categorie anders kan zijn. Dat kan bijvoorbeeld overheid zijn. Of studenten. Ja. Dus dat zou nog kunnen. En we hebben overigens op dit moment meer dan 120 mensen live in de uitzending. Heel fijn. Nou, 120 mensen.
Ga vooral los op de chat met vragen. Cora, heb jij een vraag voor Noor? Ik heb een vraag, Noor. Dit is het vierde webinar. Hè. Het vorige webinar hebben we het vooral ook gehad over innovaties in de slipverwerking, opwerking. Zijn er nu ontwikkelingen waarvan je zegt van nou, dat zijn ontwikkelingen waar we zeker rekening mee moeten houden. En moeten we ons heel bewust zijn van welke lock-in we wel willen hebben en welke niet. Of welke ruimte we daarin willen creëren. Ja, er zijn ontzettend veel natuurlijk gelukkig hele innovatieve ondernemers, hè, die aan de deur staan te kloppen. Dus om te beginnen moet je denk ik daar heel veel ruimte voor maken. Ja. Maar als ik even kijk met alles wat we toch wel geleerd hebben en weten. Ja, dan staat dat superkritisch vergassen is er natuurlijk echt wel één. Maar ook de Torwash is er één, de Midmix. Ja. Dat zijn echt wel technieken die staan gewoon te trappelen. Ja. En die hebben ze vaak nog net een zetje nodig, hè, om voor een eerste grootschalige toepassing. Maar dat zijn wel dingen waar we gewoon rekening mee moeten houden. Dat zeker in de contractvorming, dat er toch altijd een bepaalde ruimte is. Dat er een bepaalde hoeveelheid beschikbaar is om dat soort experimenten ook verder op te schalen. Ja, maar dan moet je dus ook zeggen, hè, als een van de waterschappen zegt, nou, dat wil ik wel doen, dan moet je ook accepteren met elkaar dat dat waterschap wel wat meer risico gaat lopen. Dus dan moet je er ook met z'n allen zijn. Ja, daar hebben we optreden. En daarom zie ik met dat robuuste plan, denk ik, is toch mooi dat 21 waterschappen daar gezegd hebben, dat is een goed idee. Ja. En hoe dat dan verder uitpakt, dan gaan we avonturieren. En die want jij zei van, we hebben wat problemen gehad de afgelopen jaren. Denk je dat we nu voldoende robuustheid hebben of afspraken hebben gemaakt? We zijn het nog niet. Maar ik denk wel dat de basis er ligt en hoe we nu met elkaar aan tafel zitten. En dat is echt superleuk, want de mannen van de eindverwerker straks, hè, die heb ik dus ook allemaal alleen maar via een postzegeltje ontmoet, om het zo maar te zeggen. Meest kende ik gelukkig wel al. Ja, dat is wel echt anders dan 2 jaar geleden. Ja. We zitten echt wel samen aan tafel. Nu. Ja, dat is mooi. Ja. Dat zijn wel stappen die we met z'n allen gemaakt hebben. Leuk. Ja. En ik ben natuurlijk heel erg benieuwd ook van welke nieuwe technologische ontwikkelingen ook meer onderzoek vragen. Natuurlijk. Ja, want dat vinden we jou weer. Ja, dan hoop ik dat ik ook weer aangehaakt kan blijven. Ja, zeker. Ja. Ondertussen denk ik dat Leon ook nog een vraag heeft binnengekregen. Hoi, Merle. Ja, er is een vraag binnengekomen van Paul Hoedeveld. Die geeft aan dat de Duitse markt, die heeft natuurlijk heeft in het verleden altijd een grote invloed gehad op de markt in Nederland. Die is op een gegeven moment op slot gegaan. Maar die kan natuurlijk ook weer open gaan. Zeker, er wordt heel veel gebouwd in Duitsland op dit moment. Dus hoe kijkt de VVZB daarnaar? Nou, dat is ook één van die dingen die we dus eigenlijk veel meer dan voorheen. We moeten veel meer continu die hele markt scannen. En dan niet alleen kijken naar jezelf en naar je eigen verwerkingsinstallatie of je eigen eindverwerker, maar juist in het geheel. En zeker ook naar wat er in Europa gebeurt. Want we zien dat slip overal. We zijn niet de enige die nadenken over een circulaire toekomst. Dus we moeten eigenlijk onze radar vergroten. Mooi. Ja. Ik denk dat er is nog een vraag binnengekomen. Oh, is er nog eentje? Goed zo. Ja. Wat is de grootste belemmering voor de introductie van een nieuwe techniek, is een vraag. En welke termijnen zijn erbij gemoeid om een nieuwe innovatie groot te brengen? Ja, dat is de duivelse vraag is dat natuurlijk. Nou ja, de grootste belemmering is, kijk, en dat was wel leuk, hè? Ergens had Merle ook nog ergens een vraag gesteld van, ja, wat gaat nou eerst? Dat zat net ook al even in het lijstje. Is het stabiliteit of is het duurzaamheid? Mijn hart zegt duurzaamheid, maar ik weet ook die 215 vrachtwagens die rijden. Dus die stabiliteit, ja, dat is echt een belangrijk ding. Ja, dus we moeten veel onderzoek doen, pilots, demo's, om te zorgen dat je een robuuste technologie hebt. Juist. Voordat je hem groter maakt en een groter aandeel ook van je slipverwerking. Nou ja, en wat meer van die buffers inbouwen. Dat je wat flexibeler bent gewoon. En daar zou al zo'n Duitse markt dan natuurlijk wel weer aantrekt. Ja, daar kan je ook mee spelen. Ja, zeker. Maar je hebt achtervang nodig. Ja. 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 Ik kijk ondertussen naar Leon en naar de tijd. Is er nog een laatste korte vraag? Er is nog één vraag van Rob de Jonge. Van slip naar geen slip. Dus staat bij het ontwikkelen van nieuwe slipverwerkstechnieken, wordt dan ook gekeken dat je het safe maakt by design, zeg maar. Dus dat je echt al van scratch begint en opnieuw kijkt naar wat zo'n techniek zou moeten doen. Nou, daar hebben we Cora heel hard bij nodig. Nee, serieus, ik ben geen technoloog. Dus, maar ik weet wel dat als je echt
echt naar die toekomst gaat kijken, echt vanuit B gaat kijken. Ja. Wat als we nou geen slip meer hebben? Ja. Nou ja, er is wat wel een mooie stip op de horizon gezet, hè? 2050. Alles 100% circulair. Hè? Dat is een mooi toekomstbeeld om naartoe te werken. En je ziet nu wel dat we ook wel nu naar andere technologieën kijken. Waarbij we afgaan van het standaard manier van zuiveren met biologisch actief slip. Ja. Hè? En dan kom je toch op hele andersoortige zuiveringstechnieken. De waterfabriekachtige concepten. Ja. Waarbij je ook andere raffinagestromen krijgt. Hè? Dus dat is dan toch weer de energie- en grondstoffen. Fabriek Optima Forma, waarbij alles uiteindelijk samenkomt. Maar goed, daar komen ook heel veel nieuwe technologieën bij kijken. En die hebben wel een bepaalde ontwikkeltijd nodig. Ja. Want het moet robuust en het moet betrouwbaar. En dat zijn wel hele grote uitdagingen voor de toekomst. En ook de duurzaamheid moet dan goed tegen het licht gehouden worden. Ja, zeker. Want we kunnen wel zonder slip misschien. Maar misschien is dat wel uiteindelijk helemaal niet de meest duurzame oplossing. Zou kunnen. Zullen we wel meer slip maken? Ja. Dat had ik er niet bij gezet. Misschien meer slip. Ja. En het dan goed gebruiken. Ja. Ja. Ik wil door naar de volgende polvraag. Als dat kan. En de volgende polvraag is... In hoeverre zijn de huidige slipverwerkingstechnieken gereed voor 2035? Dus zijn we er al? Nou, als ik Norbo luister, zijn we er nog lang niet. Misschien denkt u daar heel anders over thuis. De antwoorden die u kunt kiezen zijn... die zijn al hartstikke duurzaam en toekomstbestendig. Innovatie is helemaal niet nodig. Dat zou ik wel persoonlijk jammer vinden. Met wat aanpassingen en verbeteringen kunnen ze best nog wel een paar jaar mee. Deze slipverwerkingstechnieken zijn een halve eeuw geleden uitgevonden. Hoog tijd om radicaal nieuw te gaan. En we moeten het niet meer hebben over slipverwerking, maar over slipopwerking. Tijd om meer grondstoffen terug te winnen. Ik ben benieuwd wat u zeker na de presentatie van Noor hierop gaat antwoorden. Hoe beïnvloedbaar bent u thuis? Ja, precies. Jij deed dit wel al je best, vond ik, Merle. Ja, iedereen is hard aan het nadenken. Cora, wat vind jij hier? Wat zou jij zeggen, Cora? Ja, 2035 is natuurlijk... dat is best wel een eindje vooruit. En ja, het zal... Natuurlijk ben ik voor innovatie en verandering. Want ik denk echt wel dat we met z'n allen... Zeker als we al die ambities die we gezamenlijk hebben gesteld willen halen... Dat er echt dingen misschien wel radicaal moeten veranderen. Ja. Dus dat is... welke is dat? Ik kan hem niet meer lezen. Maar in ieder geval, hoog tijd voor nieuwe technieken, ja, zeg zeker. Jij. Ja, en zeker. Dat ja. zegt ook 40% van de mensen in de zaal. Dus men is het met je eens, Cora. Ja. 1,27% die zegt van ze zijn al hartstikke duurzaam. En toekomstbestendig. En innovatie is niet nodig. Ja. Ja, dat is... Maar dat zegt dus bijna niemand. Van de 120 mensen. Ja, dus twee mensen verwacht ik dat hebben dit geantwoord voor één. En verder is het weer redelijk verdeeld met iets meer over radicaal nieuwe technieken. En dan iets minder over volledig grondstoffen terugwinnen. En nog iets minder dat we ze tot 2035 mee kunnen. Maar ja, wat dan daarna? Want 2035 is nog 14 jaar. En dat is ook best dichtbij. En dat is echt heel snel. Is dat dan ineens best wel weer dichtbij. Voor alle technologieontwikkelingen met waterschap is dat heel dichtbij. Wil je echt iets nieuws introduceren? Een nieuw vaccin heb je zo, maar een nieuwe technologie niet zo snel. En ook dat heeft veel voet in. Waarom? Ja. Daarmee wil ik Noor voor dit moment graag bedanken. En gaan we weer kijken naar een filmpje. Terwijl er heren binnen gaan komen rennen. Om een snelle wisseling te krijgen hier. Sakkar Al-Muraisi. The diamond synthesis would actually make a paradigm shift in the waste treatment systems. It would trigger the motivation of so many stakeholders to invest more in the treatment technologies and also to move forward towards the mission of efficient resource recovery systems and the circular economy. And we can make this very costly gemstone diamond a possible material that anyone can actually use. I am Sakkar Al-Muraisi. You can call me Sakkar if you want. I'm a fourth year PhD candidate in Water Management Department, TU Delft.
I'm originally from Yemen, but I have been for many years in Malaysia and Japan. I studied and worked there, especially in the palm oil industry. So I treat the waste from palm oil industry, mainly the major solid waste and the major liquid waste. And I use solar gasification to treat the solid waste to produce hydrogen-rich syngas. This type of gas is actually methane-rich and hydrogen-rich. So it's very possible that we can use this instead of using it for probably burning or heating or low energy use. We can use it for high advanced material synthesis. It would trigger the motivation of so many stakeholders to invest more in the treatment technologies and also to move forward towards the mission of efficient resource recovery systems and the circular economy. And I would really hope that by getting this a reality, it would actually make a shift in the industry and materials engineering. This is quite urgent to convert the industry to be more sustainable. The diamond synthesis, it might not be urgent, but it's important, yeah. Ondertussen zijn aangeschoven Sylvester Bombeck en Ronald Hopman. En de derde stoel is helaas op dit moment leeg. Maar dat komt omdat Gert-Jan Benink vanuit thuis straks in gaat bellen. Gaan we door met deze drie heren om over de slip-eindverwerking te praten. Nou, ik ben benieuwd of ze al aan de diamanten toe zijn. Maar dat zal misschien nog één stap te ver zijn. We gaan kijken wat zij zien in hun glazen bol. Eerst wil ik Sylvester Bombeck vragen om iets te vertellen over de toekomst van slipverwerking Noord-Brabant, in het kort SMB. Sylvester is sinds 2019 directeur van SMB in Moerdijk. Maar 20 jaar geleden is hij al in het slip terechtgekomen, als gestart bij SMB. Niet per se om het slip zelf, maar om de duurzaamheids ambities van het bedrijf. Dus Sylvester, ja, ik hoor graag meer. Merle. Ik wil graag het een en ander vertellen over wie SMB is, wat wij de afgelopen 10 jaar gedaan hebben en op het gebied van duurzaamheid, hoe wij tegen duurzaamheid aankijken en vooral met jullie vooruitkijken. In het kort, SMB is in 1994 opgericht door de toenmalige 5 Brabantse waterschappen. Inmiddels hebben wij 5 aandeelhouders, waaronder A. Maas, waterschap de Dommel, Brabantse Delta, Scheldestromen en Vechtstromen. Voor hun verwerken wij hun zuiveringsslip, maar daarnaast verwerken wij ook het slip van andere waterschappen, waaronder Wetenschap Friesland en HDSR. Nou, de installatie die in Moerdijk staat is gebaseerd op monoverbrandingstechniek en is zijn grootste in zijn soort in Europa. En wij verwerken ongeveer 410.000 tot 430.000 ton ontwaterd slip op jaarbasis. Dat is even grofweg 25 tot 30% van al het slip in Nederland. En wij doen dat met een vrij kleine organisatie, maar die wel volledig gefocust is op het verwerken van slip. Want dat is ook onze enige activiteit. Anders dan andere slipverwerkers zoals Ronald, die ook nog andere activiteiten organiseren. Als we kijken wat we hebben de afgelopen 10 jaar gedaan, lag de focus vooral op het verder verduurzamen van de monoverbrandingstechniek. En wel op 3 fronten. Op de sheet ziet u een aantal voorbeelden. Daar ga ik verder niet al te diep op in. Maar die 3 aandachtsgebieden lagen op het gebied van het reduceren van onze voetafdruk. Vooral verlagen van onze CO2-footprint. Maar ook het verlagen van andere emissies, zowel op het gebied van water als lucht. Het tweede belangrijke aspect was het op orde krijgen van onze energiehuishouding. Inmiddels zijn we nagenoeg energie-neutraal. We hopen dat wel binnenkort ook daadwerkelijk te worden. En het derde lag op het gebied van grondstoffen terugwinning. En die focus heeft uiteindelijk gerelateerd in wat slipverwerking bij SMB op dit moment is. Een nagenoeg energie-neutrale slipverwerker, waarbij alle reststoffen voor ongeveer 98% nuttig worden toegepast. En dat betekent uiteindelijk dat 0,2% van het ontwaterd zuiverslip wat we binnenkrijgen
dat daar maar 0,2% niet van gebruikt wordt. Daar kunnen we niks mee. En de rest wordt allemaal hergebruikt op een of andere manier. Als we dan kijken naar hoe SNB tegen duurzaamheid aankijkt, dan doen we dat eigenlijk vanuit drie perspectieven. Continuïteit, mens en natuur en kosten. Waarbij continuïteit feitelijk een randvoorwaarde is om ook iets te kunnen doen aan mens en natuur en aan kosten. Nou, als we daarnaar kijken, wat hebben we daar de afgelopen jaren in gedaan? Hoe succesvol zijn we daarin geweest? Nou, de continuïteit die hebben we altijd kunnen garanderen voor onze klanten. We zijn, wat ik net al zei, aan de slag gegaan met onze energiehuishouding. We zijn inmiddels bijna energie neutraal. De voetafdruk hebben we behoorlijk kunnen verlagen. En de kosten voor onze aanlouders hebben we met 22% kunnen verlagen ten opzichte van de start van de installatie. Waar we minder succesvol in zijn geweest, is het continu terugwinnen van fosfaat. En dat ligt met name ook aan de partners die we daar in het verleden in gehad hebben. En dat vinden we heel jammer. Maar er ligt ook een focus om dat alsnog te realiseren binnen nu en een aantal jaar. Als je dan kijkt wat er op het gebied van duurzaamheid de komende jaren gaat veranderen, met name 2035, dan denk ik dat de focus vooral gaat liggen van de energietransitie naar een grondstoffentransitie. En Nederland zal de druk verder toenemen om de uitstoot aan CO2 en stikstof te verlagen. En dat zal ook zijn gevolgen hebben op de afvalwater en de slipketen. Ik denk dat ook het zuiveren van afvalwater tot de normen daarvoor strenger zullen worden. En dat heeft ook zijn effect op de hele, zal het hebben op de hele keten. En wat zeker gaat gebeuren is het uitfaseren van verbranden van waardevolle grondstoffen in Nederland. De vraag is ook of dat voor slip zou moeten gelden. Twee belangrijke items denk ik, die te maken hebben met verbranding van slip is het één, wat Merle net ook al zei, je bent je organische verontreiniging kwijt of vernietig je. En het tweede is dat de grondstoffen die in het slip zitten, die kun je concentreren tijdens het verbrandingsproces, waardoor het in potentie eenvoudiger zou moeten zijn om die stoffen terug te kunnen winnen. Nou, er is mij gevraagd ook iets te zeggen over de toekomst. Ik zag net de studenten die een glazen bol had. Was maar waar dat we die hadden. Helaas hebben we die niet. Maar we kunnen denk ik wel een aantal dingen zeggen. Om te beginnen, als we iets willen zeggen over de toekomst, moeten we misschien even kijken van waar staan we op dit moment. En op dit moment een vereenvoudigd plaatje van wat er in Nederland gebeurt. Dus niet SNB specifiek, maar gewoon in Nederland. Is dat er waterzuiveringen zijn, het belangrijkste afvalproduct is zuiveringsslip. En dat wordt gedroogd en daarna verbrand. Als we dan kijken naar 2035, dan denken wij bij SNB dat in beginsel nog steeds dezelfde technieken worden gebruikt om het slip te verwerken, maar wel met een aantal belangrijke add-ons. En die liggen met name op het gebied van grondstoffen. En dat betekent dat de grondstoffen teruggewonnen gaan worden op de zuiveringen, maar ook bij de slip-eindverwerking, waarbij wij dan fosfaat als de meest belangrijke grondstof zien op dit moment. Dan doet natuurlijk ook de vraag zich voor of de huidige infrastructuur tot en met 2035 mee kan. Wij denken van wel, zeker op technisch vlak. Maar er zal ook geïnvesteerd moeten worden in het verder verlagen van de voetafdruk van die eindverwerking. Mede gezien strenger wordende wet en regelgeving. En er zal ook voorgesteerd moeten gaan worden op grondstoffenterugwinning. Maar er is wel een item wat we moeten oplossen binnen nu 5 tot 7 jaar. Want eigenlijk lijkt 2035 ver weg. Maar we zullen eigenlijk binnen nu 5 jaar al keuzes moeten gaan maken over de inrichting van de afvalwater en de slipketen van de toekomst. En waarom? Dit is een specifiek plaatje gerelateerd aan SNB. Maar dat zie je ook bij andere installaties terug op dit moment. En dat is tot eigenlijk de einde van de technische levensduur ligt ergens tussen 2035 en 2040 van heel veel installaties nu. En als je dan gaat terugrekenen, dat zie je op de X-as,
dan heb je toch wel 6 tot 8 jaar, misschien zelfs wel 10 jaar nodig om van een besluit om iets nieuws te gaan bouwen te komen tot een installatie die continu zijn verwerking kan doen. En dan hebben we het over de vergunning, traject, bouwen, et cetera. Nou, als je daar naar kijkt, dan hebben we eigenlijk nog maar 5 tot 7 jaar de tijd om te kijken naar nieuwe ontwikkelingen en nieuwe verwerkingstechnieken. En als we daar naar kijken, en ik refereer dan aan een rapport van Hans Koning van vorig jaar, dan liggen de meeste nieuwe eindverwerkingstechnieken zoals vergassing of pyrolyse, die liggen eigenlijk pas ergens in de periode 2030 tot die beschikbaar komen. En dat betekent dat er ook een grote druk komt in de komende jaren op die innovatieve technieken. Want er zijn nog best wel veel vragen die om een antwoord vragen. En die, ik heb hier een aantal vragen staan. Ja, ik kan op dit moment op al die vragen nog geen antwoord geven. En dat antwoord moet hem wel komen om die keuze te maken over 5 tot 6 jaar. En als we een antwoord hebben gevonden op die vragen, dan heb ik ook nog even iets verder gekeken dan 2035. En dan hoop ik eigenlijk dat in 2050 de afvalwaterketen er zo uitziet, waarbij we verschillende stoffen terugwinnen uit de zuivering. Ik heb hier bewust het woordje zuiveringsslip weggelaten. Daar zal nog iets moeten gebeuren met droging. En daarna moeten we wel iets doen aan de eindverwerking. Want uiteindelijk komt er uit de zuivering afvalproduct. Dat moet bewerkt worden of opgewerkt worden naar een grondstof. Een belangrijk vraagteken wat ik daar nog wel bij heb is van hoe gaan we dan om met de verontreiniging die in het slip zit. En tot slot, als we naar die 2055 willen komen, maar ook die tussenstap over 5, 6, 7 jaar, dan zullen we als sector, en dan bedoel ik de waterschappen en slip-eindverwerkers, moeten we komen naar een gezamenlijke visie en aanpak over de inrichting van de circulaire afvalwaterketen in de toekomst. En dat betekent een gezamenlijke agenda, gezamenlijke acties. Wat willen we? Hoe gaan we dat doen? En wellicht ook een versnelling in die innovatieve technieken. Want zo heel veel tijd hebben we niet meer. Dat is eigenlijk wat ik kwijt wilde. Dankjewel. En 5 tot 7 jaar, we moeten echt heel hard opschieten. Ook mensen thuis, er waren technologieleveranciers aanwezig. Ik schrik een beetje van deze termijn. Ik word daar zenuwachtig van. Maar er is ook heel veel extra kansen zijn er. Ondertussen is de controle doorgegeven en wil ik graag Ronald Hopman introduceren van HVC. Na zijn ervaring bij onder andere KWR en Veolia is Ronald in 2019 lid geworden van het directieteam van HVC. En nu is hij directeur strategie, businessontwikkeling en aandeelhouders. Ronald is gestart in het drinkwater en via Veolia de vieze kant op gegaan. Zoals mijn drinkwatercollega's mij altijd invrijven. Dus ik ben benieuwd hoe je het vieze slip verwerkt, Ronald. Nou, dankjewel voor je introductie, Merle. Goedemiddag allemaal. Ik zal proberen de komende 10 minuten jullie wat meer te vertellen over HVC. Wie we zijn, wat we doen en welke rol wij spelen in de slipverwerking. Hier zien jullie een mooi plaatje van Nederland en daarin ook de aandeelhouders van HVC. Want HVC is een overheidsbedrijf met aandeelhouders, 44 gemeentes. Binnenkort zullen dat er 50 zijn en 8 waterschappen. En wij hebben als missie om deze aandeelhouders, dus de gemeentes en de waterschappen en hun inwoners, koploper te maken op het gebied van hergebruik van grondstoffen en het verduurzamen van de energiehuishouding. Dus eigenlijk kun je zeggen dat er zijn 2 grote lijnen, circulaire economie en energietransitie. We doen dat ongeveer met 1000 collega's en onze jaarlijkse omzet is zo 350 miljoen euro. Dat betekent dat we niet alleen bezig zijn met slip, maar ook met de 10 andere activiteiten. En je kunt dan denken aan het inzamelen en scheiden van afval tot het hergebruiken van afval. Maar ook helemaal aan de andere kant bij de energietransitie. Bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van geothermieprojecten om warmtenetten te voeden. We hebben eigenlijk een hele eigen mijnbouworganisatie.
Maar dan even terug naar het slip, heel specifiek. Op dit moment hebben wij een slipverbrandingsinstallatie in Dordrecht, waar we 360.000 ton slip verwerken voor onze waterschappen. En we zijn op dit moment bezig met het ontwikkelen van een slipdroger in Alkmaar, waar we verwachten ook zo 232 kiloton te gaan verwerken. In het plaatje zien jullie ook nog allerlei andere termen staan. En dat heeft dan te maken met het terugwinnen van grondstoffen. En daar kom ik in de verdere presentatie nog eventjes op terug. Als je dan even kijkt naar de afgelopen jaren, hoe ziet dat er dan eigenlijk uit als je het hebt over slip en de waterschappen? Het is begonnen eigenlijk in 2009, toen de toenmalige DRSH-gemeentes overkwamen naar HVC, naar het HVC-collectief zeggen we dan altijd. En als je kijkt hoe dat nu is, zijn er eigenlijk sinds die tijd weer drie waterschappen bijgekomen. Hollands Noorderkwartier en heel recent AGV en Zuiderzeeland. En de kracht is eigenlijk echt het collectief, dus dat je met elkaar kijkt van hoe kun je uitdagingen die er zijn gezamenlijk oplossen, zowel in goede tijden als ook in slechte tijden. En dat betekent ook dat we eigenlijk met onze waterschappen ook gezamenlijk een strategie ontwikkelen waar we nu op dit moment hard mee bezig zijn, waarin we uiteindelijk ook tot een innovatieagenda komen, waarin we, zoals de innovaties die net besproken zijn, gezamenlijk willen onderzoeken. Ik vind het wel heel belangrijk om daarbij te onderstrepen dat wij onszelf eigenlijk niet als eindverwerker zien, maar veel meer als ketenpartner. En het is dan ook wel heel belangrijk om aan te geven dat wij ook niet gericht zijn op zeg maar, een maximalisatie van de hoeveelheid slip die wij in onze installaties willen hebben. Wij willen echt daadwerkelijk zoeken met onze waterschappen naar een duurzame, optimale manier van slipverwerking in de keten. Dat is makkelijk gezegd, maar een hele belangrijke voorwaarde daarbij is natuurlijk dat je ook juist weer in die gezamenlijkheid heel veel transparantie hebt en openheid en voorspelbaarheid naar de toekomst. Dus het is heel erg belangrijk om bijvoorbeeld te weten door bepaalde ontwikkelingen in die keten wat dat betekent voor de kwantiteit en de kwaliteit van het slip wat dan wel naar je installaties komt, om daar ook weer op te anticiperen met elkaar. Als we kijken naar de duurzaamheidsaspecten, ja, dan hebben we natuurlijk aan de ene kant het energieverhaal waar we zoveel mogelijk energie willen terugwinnen en ook weer inzetten. En daarom is het mooi dat HVC natuurlijk heel veel verschillende activiteiten heeft. Dus je kunt denken dat de energie die we terugwinnen aan de kant van de waterschappen we weer in kunnen zetten in de warmtenetten die we samen met onze gemeentes ontwikkelen. Wat betreft fosfaat en bioplastics kom ik daar zo meteen nog even op terug. Maar ook bijvoorbeeld CO2-afvang is een onderwerp wat steeds meer aandacht heeft binnen de waterschappen. En daarvoor geldt weer dat wij als HVC, juist omdat we ook met grote afvalverbrandingsinstallaties zitten, al heel veel ervaring hebben met CO2-afvang. We zijn op dit moment bezig met een groot project om CO2 af te vangen. En dat ook vervolgens weer te gaan leveren aan de glastuinbouw. Of het eventueel in te zetten voor de groene chemie, waar we samenwerken met chemische industrie. Om bijvoorbeeld groene methanol te maken en dat uiteindelijk weer te gebruiken om in te zetten om plastics te produceren. Nou, dat geldt ook voor stikstofreductie. Daar kijken we natuurlijk aan het terugwinnen van stikstof, wat we dan ook weer uiteindelijk kunnen hergebruiken, bijvoorbeeld als ammoniak in onze rookgasreiniging. En daarmee creëer je eigenlijk ook weer een hele natuurlijke circulaire keten. Even wat meer specifiek op wat er dan de komende tijd allemaal echt in de praktijk gebeurt. Nou, de slipdroger heb ik net genoemd. Daar gaan we restwarmte gebruiken uit de afvalenergiecentrale in Alkmaar. En dat levert na die droging dan weer een product op slipgranulaat. Wat eigenlijk in zichzelf weer een hele mooie duurzame bron zou kunnen zijn voor warmtenetten. Dus we zijn eigenlijk een heel groot project gestart waarin we kijken naar de verschillende mogelijkheden om dat slip granulaat zelf te verwerken of eventueel in samenwerking met partners in te zetten voor andere projecten om dat uiteindelijk ook om te zetten in energie. Een ander project wat heel actueel is op de SVI in Dordrecht is dat we zeg maar de warmte die vrijkomt bij het drogen van het slip uiteindelijk ook weer in te zetten in het warmtenet in Dordrecht. En tenslotte, het is al eerder ook genoemd door Sylvester, nauwe samenwerking met de SMB op het gebied van fosfaat. Het is inderdaad bekend dat dat al een langlopend traject is. Maar we hebben eigenlijk vorig jaar gezegd, we willen nogmaals een goede review doen van de verschillende opties. En op dit moment zijn we eigenlijk wel heel druk bezig met een van de routes om die echt daadwerkelijk uit te werken wat betreft de proeven, maar ook wat betreft de samenwerking. En we verwachten eigenlijk toch de komende 3-4 jaar daar wel ook duidelijk
uiteindelijk tot een fosfaatterugwinning en zelfs ook tot het terugwinnen van metaalzouten die we weer op de rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen inzetten. Dan de bioplastic, zoals al eerder aangekondigd. Daar heb ik zelf ook wel een relatie mee, omdat ik oorspronkelijk vanuit Veolia dat ooit gestart heb. We moesten er toen de tijd mee stoppen, maar ik ben ook wel heel blij dat we nu met HVC daar weer een rol in kunnen spelen. We zijn met een aantal waterschappen en parks bezig om een proeffabriek te bouwen in Dordrecht. Met als doel om daadwerkelijk substantiële hoeveelheden PAA te gaan produceren. Die dan uiteindelijk ook weer gebruikt kunnen worden voor de partners in het project die die PAA willen toe gaan passen in hun producten. En dat zullen ze de komende tijd dan onderzoeken met die PAA die wij produceren. Met als doel om uiteindelijk tot een in de volgende fase tot een full-scale installatie voor PAA-productie in Nederland te komen. Wat komt er op ons af? Ik denk dat we in ieder geval kunnen stellen dat er in Europa heel veel gebeurt. Het team van Frans Timmermans is natuurlijk enorm ambitieus op het gebied van klimaat. Daar zullen we ook binnen de waterschapssector zeker mee te maken krijgen. Maar er speelt natuurlijk allerlei andere vragen. Verbranden we tegen die tijd nog? Hoe zit het eigenlijk met het belastingregime? Waar in de keten kunnen we het beste energie en grondstoffen terugwinnen? En zoals gezegd, wat is de hoeveelheid slip en welke kwaliteit slip hebben we nog? Ook inderdaad het verwaarden van CO2, zoals gezegd, daar hebben we natuurlijk al ervaring mee. Maar ook dat zou een hele mooie ontwikkeling kunnen zijn. Even wat concreter dan naar de vooruitblik op de strategie. Het is eigenlijk simpel. De SV zoals die staat in Dordrecht, die kan nog jaren mee. We investeren ook jaarlijks in een onderhoud, ook volgens ons strategisch onderhoudsplan. Dus die staat er gewoon. En dat is een hele mooie, robuuste basis. Ik wil eigenlijk ook wel van de gelegenheid gebruik maken om toch te proberen wat af te komen misschien van dat of-of. Dus het is niet of je doet aan afvalverbranding of aan slipverbranding of je bent met innovatie bezig. Wat mij betreft is het eigenlijk gewoon en-en. Ik denk dat we de SVI en straks ook de SDI als een hele mooie, duurzame, robuuste basis kunnen zien om juist veilig te gaan zoeken en ook actief te gaan zoeken naar nieuwe innovaties. Die op het moment dat ze uiteindelijk dan ook echt voldoende TRL-niveau hebben, flexibel ingepast kunnen worden in de bestaande slipketen. Nou, fosfaat is al genoemd, dat is wel een heel belangrijk onderdeel ook van die nabije toekomst. En zoals gezegd, we doen dat in nauwe samenwerking met onze aandeelhoudende waterschappen, waarin we zowel de strategie als de innovatieagenda ontwikkelen. En kennis delen is daarbij natuurlijk ook ontzettend belangrijk. We hebben onder andere een innovatieplatform, waarin we met onze bestuurders van onze aandeelhouders op regelmatige tijden discussiëren en van gedachten wisselen over allerlei nieuwe ontwikkelingen. We doen dat ook op het niveau van de technologen, waarin we met de waterschappen naar bepaalde projecten kijken. En heel recent ook juist vanwege corona, net zoals hier, ook online heel veel kennissessies waarin kennis ontwikkeld en gedeeld wordt. Ja, dat brengt me eigenlijk op mijn laatste sheet. Zoals gezegd, er is wat mij betreft geen of-of wat betreft robuustheid of innovaties. Het is echt en-en. En daarnaast is het heel belangrijk om als ketenpartners gezamenlijk op te trekken. Waarbij, zoals gezegd, het heel belangrijk is dat je goed voor ogen hebt wat er aan zit te komen in de toekomst. Dat je daarin voorspelbaar bent. En dat dat uiteindelijk dan moet leiden tot nieuwe duurzame technieken. Dus samengevat, wat mij betreft, de SVI en de SDI die zijn state of art en daarmee een hele robuuste basis om uiteindelijk van daaruit nieuwe technieken met elkaar te onderzoeken. En dat misschien ook nog wel iets actiever en initiatiefrijker met z'n allen te doen. Maar uiteindelijk moet het leiden, die combinatie van de basis en nieuwe technieken, tot een robuuste, collectieve en duurzame slipketen. Daar zijn we heel nadrukkelijk bezig mee met onze waterschappen. Dat zullen we de komende jaren ook blijven doen. En daarnaast hopen we dat ook met allerlei andere ketenpartners te doen. Dus ik kijk ernaar uit om met u allen dit verder te ontwikkelen. Dank u wel. Dank je wel. Iets langer toekomstperspectief dan bij SMB. En dan gaan we nu over naar Delfzijl, want daar is Gert-Jan Benning en die heeft net een hele nieuwe eindverwerkingsinstallatie in aanbouw. Dus daar horen we graag meer van.
Gert-Jan Bennink kan er vandaag helaas niet bij zijn hier aan tafel. Maar we zijn erg blij dat hij wel aan kan schuiven via online. En dat is de hybride manier van werken die we allemaal zo graag willen in de nabije toekomst. Hij gaat meer vertellen over de bouw van deze nieuwe slipverbrandingsinstallatie die naar verwachting in 2024 in bedrijf zal zijn. En Gert-Jan is hoofd sales bij Energy from Waste of EEW. Gert-Jan, mag ik je vragen om te presenteren? Dank je wel voor de introductie. In tegenstelling tot de heren aan tafel hebben wij als EEW geen 25 jaar ervaring in het verbranden van zuiveringsslip. Die ervaring moeten wij nog op gaan doen. Onze focus is dan ook vooral gericht op 2024, wanneer die operationeel moet zijn. En doorkijkjes naar 2035 of 50, nou, daar waag ik me nog eventjes niet aan. Ik heb 5 minuten gekregen, dus ik ga in een hoog tempo door de presentatie heen. De presentatie is beschikbaar, dus details kunnen later ook nog even bekeken worden. EEW, Energy from Waste, is een Duitse groep met 18 afvalenergiecentrales. En met een man of 1100 zetten wij 5 miljoen ton afval om in duurzame energie. EEW Delfzijl is een van de 18 installaties. Er staan er 16 in Duitsland, 1 in Luxemburg en eentje dus in Nederland. En kijk, hier hebben we hem. En EEW Delfzijl is een van de grotere installaties binnen het concern. Wij zetten ongeveer 550.000 ton afval om in energie. En dan met name in stoom voor het industrieterrein waarop wij gevestigd zijn. En slechts een klein gedeelte zetten wij om in duurzame elektriciteit. Dit is de installatie dichtbij bij de Waddenzee in het noordelijkste puntje van Nederland. Door het leveren van stoom op het industriepark Oosterhorn zijn we wel in staat om een hele energie-efficiënte manier van verwerken te realiseren. En we hebben ook een R1-factor waar we dan trots op zijn van 1,05. En daarmee zitten we in de top 3 en eigenlijk in de top 2 van Nederland. Ons industriegebied blijft eigenlijk vragen naar energie. Met name duurzame energie. Overigens ook vragen naar CO2 wordt steeds groter voor de methanolproductie. Er zijn dus continu blijvende vragen. En daarom hebben wij ook gekeken als EEW. Kunnen wij nog iets meer doen in ons concern en op onze locatie in Delfzijl om meer energie te produceren. En op dat moment hebben we ook gekeken naar de slipverwerkingsmarkt in Nederland, ook in Duitsland. In Duitsland is die veranderd sinds 2017. Aanleiding is daarom geweest om daarna te kijken. En in Nederland zagen wij dat er relatief maar veel slip werd gestort. En 1 en 1 is 2. Als je de afzet hebt geregeld en de voorkant ziet er ook goed uit, dan stap je in deze branche. Met name ook vanuit focus vanuit duurzame energieproductie. Naast het feit dat je dus ook een maatschappelijke taak hebt om probleemstromen in Nederland te verwerken. De planning is 2024 operationeel. En dan moet er een installatie staan naast onze 3 afvalenergielijnen. We hebben dus de infrastructuur al, zowel voor wegen, water, et cetera. Maar ook de stroomleidingen zijn allemaal voorhanden. Afvalenergiecentrale die zowel hoogwaardige als laagwaardige energie produceert. Dus daar kunnen we opteren. En ook goed opgeleide medewerkers die een stukje synergie hebben met een afvalenergiecentrale. Wat gaan we nou eigenlijk concreet doen? En hopelijk vanaf 2024. Wij gaan een mix van biogranulaat van GMB, die produceren een biogranulaat, mengen met ontwaterd slip. En dat spuiten wij in op een wervelbed, een stationair wervelbed. Het ontwaterd slip zal nog eerst voorgedroogd moeten worden. Dat doen wij met laagwaardige warmte vanuit de afvalenergiecentrale. En de energie, de productie die wij dan opvoeren, gaat als stoom in het netwerk in het industriegebied Oosterhorn. Zeer hoge mate van efficiëntie derhalve. 15 miljoen kuub aan aardgas besparen we daarmee. 30.000 ton aan CO2. En fosfaatterugwinning vanaf 2026.
2026 een hele specifieke datum lijkt het. Maar dat hebben we afgesproken met het waterschappen die bij ons het slip gaan aanleveren in de toekomst. En concreet al, we hebben een drietal partijen die samen met ons het fosfaat terugwinning ontwikkelen. En onze installatie in Helmstedt, die is klaar in 2022, heeft al een overeenkomst met één van deze drie om het fosfaat daadwerkelijk terug te gaan winnen. In Delfzijl kijken wij nog welke van deze drie procedures het beste voor ons is. Of we dat decentraal doen of wat meer centraal. Maar die stappen zijn genomen, dus wij gaan fosfaat terugwinnen. Wij hebben een capaciteit van 150.000 ton. We hebben al een deel gecontracteerd via de waterschappen en GMB. Wij hebben nog een hoeveelheid over die wij uit Nederland of Europa, want er werd net gesproken van ook een Europees perspectief, zeker 50.000 ton zouden we nog kunnen acquireren om de vollast helemaal rond te hebben vanaf 2024. De totale investering, we praten toch over 70 miljoen en ik hoop dat we het daarbij houden. De staalprijzen worden steeds duurder, alles wordt steeds duurder. Dus ik hoop dat we het bij die 70 miljoen euro houden. We hebben een 18 megawatt thermische installatie, dus we gaan daar ook op vollast op draaien. En we kijken even hoe dat in de loop van de tijd gaat, want we starten in 2024 en we gaan waarschijnlijk een ramp-up fase tegemoet zien. Nog even over het mixen en dan ga ik kijken verder. Een hele korte doorsnede van de installatie. Helemaal links zien jullie een zandsilo om het zand, het wervelbed te voeden. Een tweetal verschillende types bunkers. Eentje voor het biogranulaat en eentje voor het zuiveringsslip. En dat zuiveringsslip, het ontwaterzuiveringsslip, heeft dan ook nog eens een keer twee verschillende bunkers. Beide worden dan, en zoals gezegd, eerst wordt het ontwaterd zuiveringsslip nog gedroogd tot een graad of tot een 33% droogstofgehalte met de warmte vanuit de AEC. Dat wordt gemixt dan met biogranulaat en vervolgens gaat dat de installatie in het wervelbed in. Onder komen de assen uit, waar ook de fosfaten nog in zitten, die dan vervolgens worden opgewerkt in een centrale of decentrale installatie. Ook wij kijken, want ik hoorde net Ronald het ook al zeggen, ook wij kijken natuurlijk naar die CO2-afvang en niet alleen vanuit de afvalenergiecentrales, maar ook met name kijken wij of de CO2-afvang van de installatie van de slipverwerking mogelijk is, rendabel is. Groene CO2 zal toch in de toekomst een vraag blijven. Dat is de start in 2024. Zo ziet het er ook uit dat gehaald kan worden. Dan worden we de een van de drie monoverwerkers van zuiveringsslip. En dat is dan de vierde lijn op onze installatie. Onze installatie, hier zien jullie een plaatje waar de installatie op komt. Die komt dan nog weer een stukje dichter bij de Waddenzee. Maar dan zijn wij ook wel vol. Onze installaties, we hebben nu in totaal dan straks vier lijnen. We hebben nog een CO2-afvang en een bicarbonaat terugwinningsinstallatie, een afvalhal. En het laatste stukje grond richting de Waddenzee. Ja, daar willen we nog andere dingen mee doen. Maar ik denk dat we dan toch wel aardig vol zijn. Nou, ik hoop dat het gelukt is in 5 minuten. We kijken even naar de organisatie. Het was bijna gelukt, maar dank je wel. Oké. Geen probleem. Fijn dat je ons dit inzicht hebt willen geven in wat er in het noorden des lands gebouwd wordt. Dank je wel. Ondertussen zie ik op de poll een heleboel vragen binnenkomen. Dus als we kunnen overschakelen naar Leon. Misschien heb je er ondertussen een paar vragen geselecteerd om te stellen aan de heren. Jazeker, er wordt levendig gediscussieerd in de poll over hoeveel tijd we nog hebben. Dus sommige mensen zeggen van nou, eigenlijk hadden we al gisteren moeten beginnen, dus we zijn al te laat en je hebt veel meer tijd nodig dan die 7 jaar die Sylvester schetste die je nodig hebt om een nieuwe techniek te introduceren. Soms heb je wel 15 jaar nodig, dus dan hadden we eigenlijk al nu moeten we nu zo ongeveer beginnen.
Een concrete vraag daarover komt van Wilbert. Die zegt dat die heeft, kan ik begrepen van het verhaal van Ronald Hopman, dat HVC zegt dat we misschien iets meer tijd hebben dan 7 jaar. Heeft hij dat goed begrepen, Ronald? Of hoe kijk jij daarnaar? Nee, niet helemaal, denk ik. Ik denk juist, dat kwam misschien omdat ik die 2040 noemde voor de SV. Maar ik bedoelde dat eigenlijk te zeggen dat dat gewoon een hele mooie basis is van waaruit je nu ook al bezig kan zijn met nieuwe innovaties. En het is overigens ook niet zo dat we vanaf nu gaan beginnen. Ik bedoel, als je het hebt over superkritische vergassen, daar gebeurt natuurlijk al heel veel. Alleen misschien moeten we met z'n allen bedenken dat we daar wat meer steviger op in moeten zetten. Dus het is zeker niet bedoeld dat we daar nog heel veel tijd hebben. Ik zeg alleen maar dat we nu een installatie en een situatie hebben die in principe nog wel 20 jaar door zou kunnen. Ja. Maar het een sluit dus niet het ander uit. Ja. Dat is wel misschien daarop inspelend. Een andere vraag is van, als die mensen horen de presentaties zo, denken van ja, dit klinkt meer als we blijven de huidige situatie een beetje optimaliseren en we gaan niet echt naar radicaal nieuwe technieken. Zien jullie dat ook zo als eindverwerkers? Nou, mag ik de antwoord ook even. Ik denk juist wat Ronald net ook zei, we hebben die robuuste basis qua infrastructuur, die is er op dit moment. En wat ik in mijn presentatie heb proberen aan te geven, is dat we binnen nu en 5 jaar wel moeten gaan kijken van ja, wat gaan we in de toekomst neerzetten. En dat betekent niet dat we vastzitten aan monoverbranding of aan de huidige technieken. Mijn oproep is juist van laten we naar die andere innovatieve technieken kijken waar we nu ook al mee bezig zijn. Maar laten we daar wel in gaan versnellen. En als we dat kunnen doen, dan kunnen we op dat moment ook over 5, 6, 7 jaar kunnen we zeg maar een goed besluit nemen. En dan kan het een andere techniek zijn dan nu. En het liefst zou dat wat mij betreft ook een techniek zijn waarbij we meer grondstoffen terug kunnen winnen dan we nu doen. Bij heel veel ontwikkelingen willen wij graag weten van hoe de toekomst eruit ziet. Hè? Ook wat het aanbod gaat zijn van hoe het slip eruit is in kwantiteit en kwaliteit. Dat is ook voor waterschap ook nog een vraag. Hoe zien jullie dat je wat extra flexibiliteit kan inbouwen in de keuzes die je maakt? Want voor de technologie, want het is toch vaak, ik zag net EEW ook, één lijn. Hè? Dus dan wordt er een installatie neergezet met grote investeringen en dan is het één lijn die gaat verbranden. Hoe kunnen we dat begrip flexibiliteit of modulariteit wat meer invulling geven, ook bij de slip-eindverwerking? Ja, kijk, ik denk als je investeert in een nieuwe installatie, dan doe je dat natuurlijk voor een aantal jaren. Want je moet hem terugverdienen. En dan hangt het een beetje af of een nieuwe techniek kapitaalintensief is of niet. Als je minder kapitaalintensief zit, zit je er wel langer aan verbonden. Maar daarnaast is het zo, en dat heeft HVC laten zien, maar ook SMB. Als je kijkt naar de presentatie, kijk, als je begint met een techniek, kun je die ook nog verder doorontwikkelen. Dus daar kunnen ook nog allerlei innovaties plaatsvinden. Ja. En dat wil niet zeggen dat als je voor een bepaalde techniek kiest, dat het dan ook stopt met innoveren. Ik hoor steeds woorden van flexibiliteit en robuustheid. En dan in combinatie met, dat triggert natuurlijk één lijn bij EEW. Maar mocht er met die lijn niet zijn, we hebben natuurlijk wel 3 afvalenergiecentrales voor de koolverbranding. Hè. Dat is sowieso al zo. Wij verbranden op dit moment al meer dan 20.000 ton aan zuiveringsslip jaarlijks bij. En bovendien heeft EEW in Duitsland een 3-tal installaties in aanbouw. Naast heeft de afvalenergiecentrales die ik zei. Dus ook daar is een achtervang mogelijk. Dus die flexibiliteit en die robuustheid, die zitten wel in. En als je dan gaat doorontwikkelen met nieuwe technologieën, heb je dan kan je iets van een transitiefase hebben of is het gewoon meteen groot, nieuw? Nou, ik denk dat die transitiefase er wel kan zijn, omdat je die robuuste infrastructuur nu hebt. Ja. Maak daar gebruik van. Ga experimenteren met nieuwe technieken. En dan heb je de achtervang heb je op dit moment. Maar die zul je wel op een gegeven moment kwijtraken in 2040 of in 2037 of wat dan ook. Ja, ja en dat moet gefaseerd. Hopelijk. Ja. En hoe staat HVC daarin? Nou, ik sluit me aan bij wat Sylvester zegt en misschien daaraan toegevoegd. Je kunt natuurlijk ook denken in verschillende lijnen in zo'n installatie. Dat je één lijn bijvoorbeeld wel al vervangt. En dat doen we natuurlijk ook met de afvalverbranding. Daar kijken we ook naar. Van, ja, je hebt verschillende lijnen. Moet je die allemaal tot aan het einde van de technische of financiële afschrijving gebruiken? Die flexibiliteit zit daar ook wel in.
Ja, met de introductie van het concept van waterfabrieken, nou kan het best zo zijn dat ook de hoeveelheid slip in kwantiteit en kwaliteit toch wel gaat veranderen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat het fijn is om ook bij de slip eindverwerking wat meer flexibiliteit te hebben. Ja, zeker. Nou, wat ik net ook aangaf. Kijk, het is niet ons doel om zeg maar, continu zo maximaal hoeveelheid slip naar ons toe te krijgen. Maar wel om in goed overleg met onze waterschappen voorspelbaar te zijn in wat er dan de komende jaren gaat gebeuren. Hè. Dus als er een torwars of een andere techniek waardoor er minder slip geproduceerd wordt op de rioolwaterzuivering. Dan is het wel heel belangrijk dat je dat met elkaar ook prognotiseert. Ja. Dat je dat corrigeert voor de demografische groei. En dat je dan ook weet wat er op je af gaat komen. Dat is wel heel belangrijk. Ja. Ik denk dat dit een hele mooie afsluiting is voor dit blokje. Gaan we naar de volgende polvraag toe. En dan pak ik hem er weer even bij. Want we zijn ondertussen bij... Oh jee, mijn aantekeningen. Polvraag 4. Bij welke partij moet het initiatief liggen om de slip-eindverwerking te verduurzamen? Nou, ik ben benieuwd wanneer die in beeld komt. Maar de antwoorden zijn, is dat bij de waterschappen? Is door de scherpe duurzaamheidscriteria bij aanbestedingen. Bij de waterschappen door zelf te investeren in nieuwe slipverwerkingsinstallaties. Bij de slip- en afvalverwerkers, want zij hebben de meeste expertise. Of waterschappen en slipverwerkers moeten dit samen doen. Nou, ben benieuwd. Ik denk dat ik al weet wat Noor gaat stemmen als ik dit zo door het glas heen zie. De mensen thuis denken hier nog even over na. En ik ben benieuwd wat de antwoorden zijn. Wat zouden jullie zeggen, heren? Nou, het antwoord had ik al gegeven in mijn presentatie. Ja. Samen. Samen. Ja. Ja, sluit ik me natuurlijk helemaal bij aan. Wat een fijne middag hebben we hier met z'n allen aan tafel en alles samen doen. Nou, kijken wat mensen zeggen. Ja, ook bijna 79% van de toehoorders zeggen samen. En 15% vindt toch bij de waterschappen. 5% zegt waterschappen moeten zelf investeren. En 10% via scherpe duurzaamheidscriteria. En de overige zeggen slip- en afvalverwerkers hebben de meeste expertise. Dus laten hun het maar doen. Maar er zijn natuurlijk ook partijen met tegenovergestelde belangen. Hè? Want we kunnen allemaal zeggen, we moeten allemaal samenwerken. Maar soms komen jullie elkaar ook tegen als concurrenten. Hoe zie je zo'n traject voor je? Dat je wel ook je eigen belangen goed kan dienen. En ook dat we gezamenlijk met slip-eindverwerkers en waterschappen een gezamenlijk traject kunnen ontwikkelen. Of zijn die tegenstellingen niet zo groot als spelen die een ondergeschikt belang? Ik kan alleen maar spreken natuurlijk voor onze eigen waterschappen die zeg maar, binnen het HVC-collectief werken. En daar zie ik dat echt totaal niet. Nee. Sterker nog, ik zie eigenlijk in toenemende mate, ook nu we bezig zijn met die slip of met die strategiestudie, dat je echt heel erg met elkaar samenwerkt. En sterker nog, er zit heel veel kennis bij waterschappen. Er zit heel veel kennis bij de slip-eindverwerkers, om ze nog maar even zo te noemen. Mm-hmm. In ieder geval ook bij HVC. Juist misschien ook vanuit HVC, omdat we ook op al die andere vlakken bezig zijn. Hè. Dus de synergie van met CO2, combinatie van reststromen, het produceren van een duurzame bron voor je warmtenetten. Dus ik zie dat eigenlijk heel erg simpel, heel erg samen. En vooral ook wel die voorspelbaarheid en open en transparant zijn. Ja, ja. Nou, prima. Dan sluit ik me aan. Maar ook nog, kijk, als slip-eindverwerkers van HVC en de SMB hebben al jarenlang een samenwerkingsrelatie op verschillende gebieden, op afzet van reststoffen. We zijn ook al een aantal jaren bezig met de ontwikkeling van fosfaatterugwinning. We zijn ook samen voornemens om een fabriek daarvoor neer te gaan zetten binnen nu tot 3 of 4 jaar. Dat gaan we ook samen doen. Dus, de slipmarkt in Nederland is vrij klein. En daarom moet je denk ik ook wel samenwerken. Je moet die kennis die je met elkaar hebt, moet je met elkaar kunnen delen. Zowel binnen de waterschappen als eindverwerkers, maar ook samen. Mooi zo. Goed, we gaan door. Sorry dat ik deze discussie moet afkappen. Ik heb de tijd in het vizier. Ja. We gaan weer een ronde tafeldansje doen hier. Ik wil jullie vragen weer de zaal te verlaten. Ja. En ondertussen schuiven Gerrit-Jan van der Pol en Olaf van der Kolk aan om hun blik op de toekomst te kunnen geven. En gaan we weer naar een filmpje kijken. Javier Pavés Jara.
We don't know what happens, and that's the main thing. If we don't know, we have to go there and measure. If we can show that those compounds are not harmful or they are not dangerous, it is fine. But if we don't know, that's the main problem, is the lack of information. I'm Javier Pavez, I'm from Chile. We are at TU Delft in the water lab. I'm finishing my PhD here on sludge treatment. This is my lab, this is called Red Lab. We are standing in the Green Lab. And here's where we perform the research. What I'm trying to find out in my PhD are some side reactions in thermohydrolysis process. So we have this thermohydrolysis in which we basically cook the sludge with high temperature and pressure, but it also has different impacts on the anaerobic digestion and the downstream processes, such as struvite precipitation and anammox as well. So I'm focusing on those side reactions in the hydrothermal pretreatment, as well as the effect on those downstream processes. My battle station, where we perform the thermal, maybe there are people working here. Yes. Are you using him? Yeah, she's using the cabinet. But this is the battle station. This is the thermohydrolysis reactor. Here's where we perform the thermohydrolysis. My dream, sludge production. Sludge production comes from an aerobic process in which you oxidize your organic matter. I think that might a little bit change because you're oxidizing voluble compounds that you have there and you might recover those compounds. So we would like, in my dream, I would like to make use of those compounds instead of just burning them with oxygen. You have to treat it well if you want it to work for you. I think that's the main thing. You have to give the sludge the conditions to work. We have to treat it well, basically. Welkom terug naar weer een inspirerend filmpje van een van onze PhD/postdocs. Zijn ondertussen Olaf van der Kolk en Gerrit-Jan van der Pol aangeschoven. En Gerrit-Jan, ik wil met jou beginnen. Je bent in het slip gerold, zeg je zelf. Het is toch mooi in het wat voor metaforen we met slip kunnen hebben. In het familiebedrijf GMB. Van je familie moet je het maar hebben. In 1998 is hij gestart als productieleider bij GMB en via bedrijfsleider... is hij in 2005 directeur van GMB geworden. Ja, Gerrit-Jan heb ik beter leren kennen toen ik een keer riep dat misschien helemaal niet zo'n verkeerd idee is om slip te verbranden. En nou ja, dat leidde tot een boel discussie en een leuke excursie. En ondertussen is mijn mening... pas zich hier en daar ook wel aan. En ik ben nu heel erg benieuwd naar je toekomstvisie. Ja, dankjewel voor deze introductie. Goedemiddag allemaal thuis. Ik zal maar even doorklikken. Er is natuurlijk al veel gezegd in de vorige sessie. En er zijn eigenlijk al mooie conclusies getrokken. Maar we willen ons toch nog eventjes graag voorstellen. GMB, het werd net al gezegd, familiebedrijf... Twee composteringsinstallaties die in Zutphen en in Tiel zijn met de capaciteit die u hier ziet. 90 kiloton in Tiel. Dat is een fabriek van Waterschap Rivierenland waar wij gebruik van maken. En de overcapaciteit benutten voor andere klanten. En in Zutphen 220 kiloton die volledig van onszelf is met een groot terrein waar ook ontwatering gebeurt. Hoofdzakelijk begonnen voor de klanten in het donkerblauwe gebied die u hier ziet. De lichtblauwe klanten in het noorden van het land zijn onlangs ook een van onze klanten geworden. Gert-Jan Benning heeft daar net al iets over verteld. Slip wordt straks ook verwerkt in Delfzijl. En ons eindproduct gaat dan weer een groot gedeelte mee die kant op om samen verbrand te worden. Ook het lichtblauwe gedeelte onderin hebben we eventjes aangestipt om aan te geven dat we ook in Venlo nog voor WBL een installatie bedienen. Die gebouwd is door ons zusterbedrijf GMB Civiel. En waar wij de bediening doen van een biogasinstallatie met TDH.
Als we kijken naar de basis, toch even bij het begin beginnen. First things first. Robuust plan. Noor heeft daar straks al iets over verteld. Als we terugkijken en wat vooruitkijken naar de slipbalans in Nederland, vraag en aanbod, verwerkingscapaciteit en aanbod, dan ergens, straks genoemd 1,4 miljoen ton, ziet u aan de linkerkant. Bij ons is de staaf wat groter, omdat wij ook industrieel slip van onder andere Omrin mee hebben genomen. Maar als je kijkt naar de zwarte lijn boven in beeld, dan zie je ongeveer wat het aanbod is. En de verwerkingscapaciteit die sluit daar soms wel op aan, soms niet. Dus hij is redelijk in balans. Maar zoals straks ook aangegeven, er hoeft maar één klein ding te gebeuren in de markt. En dan hebben we een probleem. De dichtstbijzijde toekomst, 2021, 2022, daar zie je toch een relatief groot gat tussen de verwerkingscapaciteit en het aanbod. Dus ja, de slip vindt zijn weg. Maar ja, nogmaals, er hoeft niet veel te gebeuren. Er zijn nog wat, onder andere Swiss Combi, die vult nu nog een gat in. En ja, de Duitse kant gebeurt er nog iets, maar het wordt toch wel steeds moeilijker. Dus wat is belangrijk? Dat we toch snel gezamenlijk die stap maken naar, wat mij betreft, een stukje overcapaciteit voor de toekomst, de visie daarop. Zoals je bijvoorbeeld een beetje geld opzij legt maandelijks, dat je ook een keer een kapotte wasmachine of een kapotte auto kunt betalen als het daar naartoe is. Zo heb je ook wat capaciteit nodig om slip in ieder geval tijdelijk te kunnen opslaan. 10% van die 1,4, 1,5 miljoen ton lijkt mij goed om dat ergens te kunnen opslaan, om incidenten te kunnen handelen en dan daarna in een, zeg maar, 3 jaar tijd weer te kunnen verwerken op z'n meest. Iedereen heeft een beetje zijn eigen opslagcapaciteit. Dat heeft te maken met seizoensinvloeden. Die benutten we al. Die zijn in de winter vol. Dus daarnaast hebben we, of je nou op 2 of 3 plekken in Nederland doet, denk ik toch meer behoefte aan wat grotere opslag. Dan eventjes naar GMB qua techniek en de ontwikkelingen die daar spelen. En ook de levensduur waar we het net al over hadden. Je ziet hier een plaatje van de techniek. Wij mengen slip met hout. Dat gaat in een tunnel. Zo'n tunnel heeft een capaciteit van 7.500 ton. Daar hebben we over beide fabrieken 45 van staan. Dus we hebben een modulair systeem. En straks werd eigenlijk al genoemd, we moeten van eindverwerker naar opwerker worden. Nou, wij zien onszelf ook een beetje als een opwerker en een tussenstation. En zoals we het zelf op dit moment noemen, als een soort romptechnologie. Dus het begin, de kop bij het waterschap, de zuivering, dan romptechnologie drogen, biologisch drogen in ons geval. En daarnaast flexibel zijn in de eindverwerking. Daarom, door deze modulaire bouw van die tunnels, zijn meestal blokken van 3 tunnels die qua lucht aan elkaar zitten, waar je ook lucht kunt hergebruiken. Dat zien wij eigenlijk wel als een robuust verwerkingssysteem voor de toekomst, opwerksysteem, waar je heel lang flexibel kunt zijn in de eindverwerking. Dus wij zijn heel druk bezig, met name in Zutphen, om dit voor de toekomst gereed te maken. We hebben de laatste 2 jaar 15 miljoen euro geïnvesteerd om het ook toekomstbestendig te maken. En wij blijven jaarlijks investeren om het eigenlijk continu door te kunnen doen. Dus wij hebben hier een visie tot 2050. Alles wat je doet, moet je wel proberen steeds beter te doen. Wij noemen dit tegenwoordig biologisch drogen 2.0. Daar zijn we heel druk met testen om die shoveltjes die we op de vorige sheet zaten te vervangen door lopende bandsysteem. Dit is een testopstelling. In dit systeem kunnen we diezelfde tunnels ongeveer 1 meter hoger vullen. Dat betekent 15 tot misschien wel 20% meer capaciteit in onze huidige installaties. Waardoor we met dezelfde hoeveelheid hout, met veel minder diesel, want we hoeven die beweging naar die tunnel toe niet meer te maken. En met veel minder energie ook nog een hogere droge stof eindproduct kunnen halen. Dus het is eigenlijk aan alle kanten positief. Wat er nog overblijft is dat het transport wat we nog wel moeten doen intern, dat we dat graag willen vervangen door of waterstof of door elektrisch. Van die energie waar we dan al als het goed is 15% minder van gaan gebruiken,
wekken we op dit moment in Zutphen ongeveer 1/3 zelf op door een heel aantal zonnepanelen. 20.000 zonnepanelen zorgen ervoor dat we een heel groot gedeelte zelf kunnen doen. Dan, het is al een paar keer genoemd in de vorige presentaties, wat komt er op ons af? Toch, als je kijkt naar financiële impact, de verbrandingsbelasting, die vrijstelling, blijft die, vervalt die? Daaraan gekoppeld de exportheffing. CO2 is ook een belangrijk punt die toch nog, vind ik, niet heel veel gehoord wordt in de landen, maar dat straks wel gaat bepalen wat de kostprijs wordt van slip. De eerste poll aan het begin van de sessie heb ik begrepen dat het geld niet belangrijk is, dus dat is goed nieuws. Maar ja, dit zijn de zaken die wel op ons afkomen. Samenstelling van slip, wij zitten ruim boven de PFAS-normen in grond, vele malen hoger, daar zullen we ook iets mee moeten. En de vraag is natuurlijk, wie loopt hier risico's? En de conclusie in het vorige is dat we alles samen moeten doen. Daar ben ik het heel erg mee eens. Dan de route na ons. Er zijn meerdere mogelijkheden om het te verbranden. Wat gebeurt, of direct of na ons. Kijken we toch naar bouwstoffen, zijn er ook mogelijkheden? En ja, de bodem, Mel en ik hebben het daar zeker wel eens over gehad. We zaten daar niet altijd op één lijn. Maar de mooie stoffen in slip, die zitten verpakt in heel veel lelijke stoffen. En ja, het terugwinnen van die gouden spelden, die zitten wel verpakt in een hele grote hooiberg. En de vraag is of je ze er aan het eind moet uithalen, of dat je je meer moet richten aan het begin van de keten. En we hebben 11 jaar geleden hebben we al een installatie ontwikkeld genaamd Sanifos, waar urine direct wordt verwerkt en waar dus de grondstoffen worden teruggewonnen. En dan blijkt dat je toch een beetje voorloopt op de marktontwikkeling en dat niet hebt goed ingeschat om te kijken van ja, gaat die toekomst, gaat het hele systeem aan de voorkant dusdanig ontwikkelen dat je meer aan de voorkant gaat scheiden. Het is meer hetzelfde als huishoudelijk afval, ga je naar bronscheiding. Of ga je helemaal end of pipe daar proberen allerlei zaken terug te winnen. Dus ja, wij zijn gewend opdrachtnemer te zijn eigenlijk. En dus de visie van de waterschappen, dat zien wij als onze opdracht. En dat moeten we gezamenlijk doen. Ik denk als markt moeten we laten zien wat kan. En dan de keus laten aan de oorspronkelijke eigenaars van het slip. En dat zijn de ontdoeners. De samenwerking is net al vaak benoemd. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je daar ook gezamenlijk stappen in maakt. En ook zoals de slipverbranders net zeiden over fosfaatterugwinning, daar moet je met z'n allen over nadenken. En ik denk ook dat we als Nederland relatief klein zijn en dat je dat ook gezamenlijk moet doen daar waar kan. Tot zover. Wat doen wij nog meer? Eén ding als aanvulling. Ammoniumsulfaat is product ammoniak uit de lucht die wij door de tunnels heen halen, die wordt omgezet naar ammoniumsulfaat. Is een mooie terugwinning van een belangrijke stof, stikstofproblematiek. En daarnaast blijft eigenlijk alles in ons biogranulaat achter en werken wij samen met mogelijkheden die in de eindverwerking geboden worden om daar nuttige dingen mee te doen met ons eindproduct. Tot zover. Dankjewel voor deze mooie presentatie en een inkijkje in het composteren van het slip. Wil ik snel door naar Olaf van der Kolk. Hij is directeur bij Aqua Minerals en hij ziet slip niet als een eindproduct. Hij zegt in het slip te zijn terechtgekomen door een intrinsieke motivatie om er alles eruit te halen wat erin zit. En volgens mij doet Olaf dat niet alleen met slip. Het is een mooie motivatie en ik ben heel erg benieuwd wat je te vertellen hebt over hoe Aqua Minerals daaraan meewerkt. Dankjewel. Goed, wij zijn geen slip-eindverwerker. Vandaar even een hele korte introductie van Aqua Minerals. Wij zijn 25 jaar geleden opgericht door de drinkwaterbedrijven in de tijd.
om de stoffen die vrijkomen bij het zuiveren van water een nuttige bestemming te geven. Nou, inmiddels zijn alle drinkwaterbedrijven zijn lid aandeelhouder, ook 4 waterschappen. Dat doen we op een not-for-profit basis. Dus alle kosten, maar ook water die we hebben, die keren we uit aan de leverancier van de grondstoffen. We doen een heleboel, maar 2 belangrijke taken is business development. Om die ketens te ontwikkelen. En we treden op als makelaar voor de sector om de beste condities voor de afzet van die stromen te bedingen. En door samen te werken met al deze partijen verkrijgen we inkoopkracht, verkoopkracht en innovatiekracht. Traditioneel, we zijn begonnen met de waterschappen om de decentraal teruggewonnen stoffen naar de markt te brengen. Denk aan struviet. Maar we zijn toch in het slip beland. En dat begon in juni 2019, toen een van onze aandeelhouders, Waternet Amstel-Gooi en Vecht, ons vroeg om te helpen bij de toen startende crisis rondom AEB, die terugvloeiing in capaciteit. Nou, daarin zijn we geslaagd. We hebben meerdere afzetcontracten verkregen voor ze. Meer dan strikt nodig was in tonnen, ook over meerdere verwerkers verdeeld. En dat doen we tot op de dag van vandaag nog steeds voor ze. Maar door die overcapaciteit hebben we de afgelopen tijd ook enkele andere waterschappen kunnen helpen met wat incidenten. Ook door die activiteit hebben we het afgelopen 12 tot 18 maanden een aantal waterschappen kunnen helpen met wat advies op het gebied van hun slipstrategie. Door de marktverkenningen en marktverwachtingen af te geven. Is mij gevraagd van hoe zie je naar de toekomst van Akkermiddels op het gebied van slip-eindverwerking? Nou, volgens mij hebben we een prachtige, we hebben het ook al gezien, slip-eindverwerking in Nederland. Daar is helemaal geen makelaarsrol voor Akkermiddels weggelegd, denk ik. Dat is misschien wel anders als je het hebt over incidenten. Dat we dezelfde rol kunnen vervullen als we in de tijd ook voor Waternet AGV gedaan hebben. Maar wat we ook gezien hebben door die activiteit is dat er toch voor ons een behoorlijk potentieel ligt voor het slip. Met een gunstig effect op de carbon footprint, op het hergebruik van materialen. En toch ook op euro's. En daarom durf ik ook wel de uitdaging aan te gaan met de waterschappen om binnen 5 jaar voor die teruggewonnen grondstoffen en ook gedroogd slip een positieve economische waarde te bewerkstelligen. Daar moet uiteraard nog een hoop voor gebeuren, maar ik denk dat echt mogelijk is. Er is ook mij gevraagd van wat denk je nou dat er gaat gebeuren de komende jaren? Ik heb toch even opgesplitst in wat ik denk en wat ik zou wensen. En allereerst mijn wens, en dat is toch dat we toch blijven inzetten op het selectief on-site terugwinnen van grondstoffen en het restant thermisch verwerken. En dat zal dus ook nog zeker heel lang nodig zijn, een heel robuust systeem. Ik wil ook graag in blijven zetten op een gezamenlijke aanpak van alle waterschappen, die samenwerking. Bijvoorbeeld ook door de stoffen die decentraal worden gewonnen, ergens centraal op te werken tot nog hoogwaardige grondstoffen die door de industrie in te zetten zijn. Toch even een zijstapje, de einde afvalstofstaat zal er ook erg belangrijk in zijn. Zolang er iets afval is, loop je toch al tegen allerlei beperkingen aan. En wat we ook denken is dat we niet zozeer moeten inzetten op subsidies en dergelijke, maar lobbyen voor een bijmengverplichting voor de industrie. En dan zul je zien dat je een pool gaat krijgen. In plaats van dat wij aan het moeten duwen. Wat we ons daarbij wel moeten realiseren is dat je dan ook de kwaliteit en kwantiteit moet kunnen waarborgen. Maar wat ik denk dat er gaat gebeuren, en dat is al een paar keer genoemd, maar dit maakt er even wat concreter. De CO2-beprijzing. In het grafiekje links zie je de ETS-prijzen. Dat zijn de handelsprijzen voor de uitstoot van fossiele CO2. En die is een factor 2,5 gestegen in een jaar tijd. Je ziet ook dat onze overheid, rechts onderin, ook de belastingen fors gaat verhogen. En over 10 jaar dat de industrie dus €125 per ton CO2-uitstoot moet gaan betalen. Dan ga je denken, wat is dat voor ons voor belang? Nou, het slip kan gelden als brandstof. En dan heb ik het met name over het gedroogde slip. Want dat heeft dezelfde calorische waarde als hout. Het is relatief makkelijk op te slaan en ook op decentrale locaties aan te wenden. Ervan uitgaande dat het slip ook vrijgesteld is van zo'n CO2-heffing, maakt dat het voor de industrie heel interessant om naar te kijken. En dat zien we ook al gebeuren. Die zoektocht is gaande. Een ander alternatief voor die CO2-beprijzing en waardoor poolblik gaat ontstaan, is de transitie naar de waterstof- en ammoniak-economie. Door het vergassen van de slipstromen.
Nou, zoals je al eerder van het verhaal van mij hoorde, dit is meer een vrees dat er enorm veel door die energiesector aangetrokken gaat worden. En die interesseert zich alleen maar voor de calorische waarde, niet voor al die andere stoffen die erin zitten. Dus als we dan toch gaan verbranden, laten we dan met elkaar kijken of dat we de stoffen die erin zitten kunnen terugwinnen. Nou, we hebben al het verhaal gehoord van SNB en HVC door het fosfor terug te winnen uit de as. Een andere optie kan zijn om te kijken naar industrieën die de calorische waarde nodig hebben, maar ook andere elementen uit het slip. Denk aan de cementindustrie, waar bijvoorbeeld aluminium en calcium in de cementklinker formule thuis horen. Nou, vergassing had ik net al even over. Superkritisch vergassen in Alkmaar, waar dus ook dus grondstoffen terugwint. En een hele aardige, maar het komt dat wij zelf ook bij betrokken zijn, is het maken van vervangers voor aardolieproducten. En biochar, dus dat enerzijds de grondstof aardolieproduct hebt en de biochar gebruikt kan worden voor het maken van energie. Tot slot, wat moet er gebeuren? Ik denk dat we nog steeds dus in moeten zetten op het decentraal selectief terugwinnen. Er zijn een heleboel voorbeelden. Dit lijstje is uiteraard niet volledig. Daar staat waterschappen als initiatiefnemers of belangrijkste actoren. Maar dat geldt ook voor de STOA en anderen die hier bij betrokken zijn. Ik pleit ook echt voor het blijven samenwerken op het gebied van beleid en wet en regelgeving. EOE staat voor end of waste, einde afvalstof. De CO2-beprijzing, allerlei ontwikkelingen die gaande zijn, zoals ik net al schetste. En de bijmengverplichting voor de industrie. En op het moment dat we dus energie gaan aanwenden, direct, zonder verdere terugwinning vanwege die carbon pricing, dan als sectoraal goed nadenken over centrale droogcapaciteit. We hebben net HVC gehoord, we hebben net GNB gehoord die met dat soort zaken bezig zijn. Ik zou ook willen toch adviseren om ook te kijken naar decentrale droogtechnieken. Ook internationaal. We zijn natuurlijk niet de enige die met dit soort problematiek zitten. CO2 en CO2-beprijzing is een internationaal issue. Zelfs niet alleen in Europa, ook verder buiten. Er zijn ook allerlei initiatieven gaande om te kijken of dat centraal gedroogd kan worden. Nou, maar nogmaals, mijn voorkeur zou zijn om te kijken of die werelden kunnen combineren. De calorische waarde veel beter aanwenden dan we nu doen. Maar ook om de aanwezige elementen terug te winnen en nuttig aan te wenden. Dat was hem. Dank je wel voor deze mooie presentatie. En ondertussen zie ik dat er nog heel wat is gebeurd, ook op het forum. Dus ik wil direct overschakelen naar Leon om te vragen of jij nog vragen hebt voor de heren. Jazeker. Er wordt inderdaad redelijk wat afgediscussieerd in de chat. Misschien nog een tip voor de mensen die dingen in de chat doen. Als je een like geeft, dan gaat die een stelling omhoog. En dan geeft mij de aanleiding om die wat eerder te pakken. Omdat we laten zien dat er meer mensen die vragen interessant vinden. Maar één hot topic is fosfaat terugwinning. Die kwam eigenlijk al in de vorige sessie ook naar voren. Toen hadden we geen tijd voor meer om die te behandelen. Maar de grote vraag is natuurlijk, waar moet je het terugwinnen? En waar is de LCA het gunstigst? En enerzijds, ik weet niet of Olaf en Gert-Jan daar een idee bij hebben. Zij zitten niet in de centrale fosfaatverwindering, dus misschien hebben zij daar een andere visie op dan de monoverbranders. Dat is een vraag aan ons, hè? Wat ik weet is dat het heel situationeel afhankelijk is of je het beter centraal of decentraal kan doen. Afhankelijk van de zuivering, de grootte, allerlei andere randvoorwaarden. Dus ik denk dat je dat voor zich moet bepalen. Wat ik wel daar nog over op wil merken is dat we moeten oppassen dat fosfaat of fosfor niet een dogma wordt. Er zijn natuurlijk nog zoveel andere stoffen die ook teruggewonnen kunnen en moeten worden. En de ene keuze kan de andere uitsluiten. Dus ik zou dat voor de beslissers zeker ook meegeven om daar rekening mee te houden. Ja, nee, ik denk terecht. De een heeft überhaupt meer fosfaat in de slip, heeft een zuivering die daar beter bij past om dat terug te winnen. En de ander doet het liever als je het direct verbrandt in de eindverwerking. Dus die keuze is wel heel specifiek. En niet veel van dat soort zaken zijn ook heel locatieafhankelijk, zoals we eerder ook hoorden. Als de omgeving ergens op zit te wachten, de directe omgeving, ga je misschien een ander spoor op dan op andere installaties. En soms kan decentrale fosfaatterugwinning ook voordelen hebben op locatie. Hè? Wanneer struviet op ongewenste plekken zich afzet, dan kan ook het decentraal maken van struviet zijn voordelen hebben. Ja, daar hebben we ook heel veel voorbeelden van in waterschapsland. Ja. De
vraag is wel een beetje natuurlijk van, ja, wat mag het kosten? Hè? Dus er zijn een aantal noordelijke waterschappen waar we onlangs een contract mee gesloten hebben. Die hebben dat gewoon als optie in ons contract. Als je dat doet, dan krijg je daar ook een aantal euro's extra als je het fosfaat terugwint. Nou, dat is individueel genomen, dat besluit. Maar dat zou je ook met alle waterschappen samen kunnen doen. Ja. En dan bedoel je bij de eindverwerker of maakt niet uit waar? Maakt niet uit waar. Oké, ja. Als je het maar doet. Maar in dit geval wel bij de eindverwerker, want het waterschap levert het al aan ons. En die zegt van, wij halen er niks uit. Als jullie dat wel doen, dan krijg je daar x euro extra voor. Hoe is dat als privaat bedrijf in een door overheden gedomineerd werkveld? Heel leuk. Dat is het enige juiste antwoord natuurlijk. Want wij schieten overal een beetje tussendoor. Wat ik al zei, van wij willen ons heel flexibel opstellen. Dat we nooit afhankelijk zijn van één ding. Daar is onze techniek op uitgerust. En we willen ook een beetje schoenmaken, blijven bij je lees zijn. Van wij drogen de slip, daar zijn we goed in. Daar hebben we 30 jaar ervaring in. Daar gaan we steeds beter doen. En de keuze daarna laten we dan ook nog een keer graag aan een ander. Ook al denken we er wel graag in mee natuurlijk. Want wij moeten op die openbare markt inschrijven. Ja. Met een duurzaamheidsplaatje waar ook de achterkant belangrijk is. Ja, mooi. Dus dat het werkt goed. Ja, het is natuurlijk een vrij overzichtelijke markt, is net al gezegd. En ja, het is op bepaalde manieren gegroeid eind jaren 80. En ja, daar kun je over discussiëren van overheidsbedrijven, particuliere bedrijven. Maar ik denk dat zoals het nu is, dan gaat dat prima. Mooi. Ja. Leon, wat is er nog meer? Ja, nou, een andere vraag is welke prikkel is er nodig om die grondstoffen nu daadwerkelijk te gaan terugwinnen? Omdat een aantal mensen zeggen toch van ja, het blijft daar een beetje op hangen bij die afzet van die grondstoffen. Ik denk dat Olaf in zijn presentatie al daar een paar antwoorden op gegeven heeft. Maar ik denk dat het toch al een belangrijke vraag is van hoe krijg je dat voor elkaar dat het gaat werken? Ja, het lastige is dat de ene mens wordt op de andere, of organisatie wordt op andere manier geprikkeld dan de andere. Hè. Je ziet dat de energiesector en CO2-beprijzing zal echt iets gaan betekenen. Maar ik denk dat als waterschappers, de waterwereld, toch echt voor die middellange en die lange termijn moet gaan. Of voor dat circulaire. En daar echt in geloven. En daar echt voor willen en durven gaan. En vasthoudend zijn. En goede voorbeelden helpen daar ook in. Laten zien dat het kan. En, ja. En welke voorbeelden schiet je dan als eerste te binnen? Ja, bij elk voorbeeld dat ik noem, dan weet ik zeker dat de mensen thuis zeggen maar dat of dat. Ja, dan ga ik hier de vol in de gaten houden. Ja, goed, we hebben natuurlijk laten zien dat struviet gewoon zijn weg vindt nu, hè, als fosfaatvervanger bij de kunstmestindustrie. Dus dat daar werkt het. En dat maakt ook die drempel lager voor anderen om hetzelfde te gaan doen. Maar goed, we doen al heel lang hetzelfde. En dan is het ook natuurlijk wel heel spannend om echt die radicaal andere keuzes te maken waar we de uitzending mee begonnen, waar ik het in principe wel mee eens ben. Maar in de praktijk moet je daar toch heel goed de juiste stappen zetten. Ik zeg altijd, je kunt die ladder van innovatie heel snel beklimmen en een paar ladders overslaan. Maar als je valt en je breekt je been, kun je voorlopig niet meer klimmen. Dus daar moeten we echt heel verstandig met elkaar sectoraal naar kijken. Ja. Dankjewel. Leon, is er nog meer? We hebben net besproken dat we de vraag 5 uit de poll gewoon gaan skippen, zodat we langer de tijd hebben voor discussie. Nou, ik heb misschien een vraag die misschien ook wel voor de bredere discussie interessant is. Er wordt heel veel gesproken over samenwerking. Maar hoe moeten we dat dan precies gaan doen? Hoe geef je dat vorm? Hoe organiseer je dat? Ja, dat is een spannende vraag. Misschien moeten we dan de twee andere heren er maar eens bij gaan halen. Want dan kunnen zij dat ook nog in de laatste 5 minuutjes vertellen. Dus kom maar snel wisselen, denk ik. En dan kunnen Gerrit-Jan en Olaf hier ondertussen alvast op ingaan. Ja, gaat het gewoon live door? We praten gewoon door, net zo makkelijk. Nou, ik denk dat het begint bij een gezamenlijke visie hebben op dit terrein. Hè? Anders dan, de rest is uitwerking, zou ik willen zeggen. En volgens mij is daar op verschillende vlakken is daar natuurlijk al een aanzet toe gedaan. Maar daar begint het wel bij. Samen. Gezamenlijke visie, hoe gaan we naar de toekomst toe? En dan nadenken hoe je dat vormgeeft in de samenwerking. En hoe staat dat bij jullie? Want tijdens deze lange wandeling hier naartoe hebben jullie daar natuurlijk hard over nagedacht. Ja, samenwerking, ja. Maar
Wat ik denk is, zeker met dat soort samenwerkingsprojecten, dat het ook heel erg belangrijk is dat je eerst kijkt van wat is het grote project en hoe willen we dat daar de doelen bereiken. En niet als individuele partners ieder naar je eigen individuele belangetje gaan kijken. Omdat je daar zie je vaak projecten ook op stranden. Dus ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is, dat je eerst een gemeenschappelijk doel hebt. Daar zorg dat je daar een mooie afspraak over maakt, maar ook hoe dat qua business case zit. En dat je dan pas individueel gaat kijken naar je eigen doelen of je eigen belangen. En wat is nou het overall doel waar we naar streven? Is dat geen slip meer? Alles terugwinnen wat mogelijk is? Of zorgen dat het geheel robuust blijft draaien en dat we geen crisis meer hebben? Nou, ik denk dat... Als ik mag, dat laatste is gewoon een voorwaarde. Ik bedoel, je kunt natuurlijk prachtig praten. Ik kom zelf ook uit een onderzoekswereld lang, lang geleden. En dat is natuurlijk leuk om heel veel nieuwe onderzoeken te doen. Maar uiteindelijk willen we ook geen toestanden zoals 2 jaar geleden met AEB. En daarna heb je denk ik volgens mij het doel om uiteindelijk zoveel mogelijk terug te winnen, circulair. En daarnaast ook ten aanzien van het klimaat zoveel mogelijk duurzaamheid te creëren. Dus het is volgens mij in dit geval ook weer en. Gewoon alles. En jij zei in je presentatie, Gerrit-Jan, over opslagcapaciteit. Is dat ook iets waar jullie gezamenlijk aan zouden kunnen werken? Ja, dat doen we eigenlijk al in dit gremium met de verwerkers. En Noor is onder andere daar ook bij betrokken. Dus daar kijken we samen naar. Dat is ook een... elkaar leren kennen is denk ik al de basis. Dit helpt heel goed, die presentatie nog eens een keer. Maar als je weet en je kent elkaar, wat is jouw jaarfluctuatie? Wanneer kun je iets van mij doen? Wanneer heb je een onderhoudstop? Kunnen we wat uitruilen? Ja. Dat is al heel belangrijk. En dan weet je ook wat je gezamenlijke behoefte is. Dus jullie moeten vaker aan tafel of dat gebeurt dan? Nou, dat gebeurt wel. Ja, dat goed zo. Zeker. wij wisselen al met z'n drieën capaciteit en opslag uit. Ja. Dus verwerkingscapaciteit en opslag. Dat hebben we de afgelopen jaren gedaan. Maar los van dat je alles robuust hebt ingericht, kan bij een van ons drieën of bij een ander kan ook een keer een grote brand uitbreken of iets dergelijks. En dan moet je dat ook kunnen managen. Ja. En dat kun je niet in de oneindigheid doen, want je kunt geen 500.000 ton slip opslaan. Dan moet je op dat moment maar iets anders verzinnen. Maar die eerste basis van 100.000 ton, 150.000 ton, denk ik dat je wel kunt organiseren. Gelukkig maar. Leon, wat gebeurt er op het forum? Nog een vraag aan... Ja, nou, een vraag of er was een suggestie van liggen de kansen voor grondstoffenwinning niet vooral bij de eindverwerking? Of ligt die misschien juist bij op de zuivering zelf? Hoe kijken de eindverwerkers daar? Olaf, begin jij maar. Ja, volgens mij, ik zie jou zo grijnzen. Ja, ligt er natuurlijk een... het begint bij het begin. Je moet alles wat je... Wat je erin stopt, komt er ook uit. Dus als je daar al de juiste stappen zet, dan voorkom je problemen. Maar daar begint het. Maar volgens mij is het ook daar, het is heel flauw en. Maar goed, volgens mij is dat in mijn presentatie, dat wat decentraal teruggewonnen kan worden, dat je het vooral niet moet nalaten. Nee, daar ben ik mee eens. Vaak is het wel inderdaad de insteek dat ook bedoeld is uiteindelijk om operationele problemen te voorkomen. Als je naar Struviet kijkt, is het toch heel vaak ook de insteek dat je zorgt dat je operationele problemen oplost. En dan is Struviet daarbij een mooie extra. En daarnaast denk ik ook, het is inderdaad zowel in het proces zelf, dus bij de RWST, maar ook inderdaad aan het einde van de keten. En zijn er nou nog stoffen die elkaar dan bijten? Dat je zegt, nou, laat dat alsjeblieft erin zitten, want dat hebben we heel hard nodig. Of andersom, haal dat eruit. Nou, elkaar bijten. Ja, ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld bij die hele discussie over de bioplastics. Uiteindelijk is dat natuurlijk een verhaal van de vetzuren. En daar kun je uiteindelijk ook weer energie van maken. Dus die keuze, daar zit wel denk ik een afweging van, wat wil je daar precies mee? Dat is overigens ook wel een heel mooi voorbeeld waar je en op de RWZI's de PH produceert, maar uiteindelijk wel centrale verwerking nodig hebt om weer de pH te extraheren. Dus dat is wel een heel mooi voorbeeld waar je en op de RWST wat doet en lokaal, centraal. Maar toch alles ook integraal bekijken. Kijk, we willen allemaal graag het laaghangende fruit. Ik noem even organische stof. Is natuurlijk een relatief makkelijk iets om te vergisten met TDA eventueel en om de slip te reduceren, om kosten te reduceren. Maar wat bij ons als opwerker, lastig wordt als dat te weinig wordt. Want wij hebben een biologisch proces. En voor de eindverwerker die ook organische stof wil hebben, wil verbranden, die heeft hem ook nodig. Dus daar moet je met elkaar over nadenken van waar kun je dat ook het best benutten in de keten.
Of kun je dat in het begin van de keten op een iets andere manier doen? Wel vergisten, niet vergisten. Met TDA, zonder TDA. Al die afwegingen moet je toch ook samen doen? Ja. Ja, en dat is een behoorlijke puzzel natuurlijk. Waar kan het het beste eruit? Ja. Misschien wat we het net over hadden van, hè, want het klinkt allemaal heel mooi met z'n allen. Maar waarom gebeurt het niet? Waarom doen we het al niet? Hè? En ik denk dat het goed is. We hebben een gemeenschappelijk doel. En dat is dan die robuustheid. Ik denk dat iedereen het daarover eens is. Zijn er wel meer ambities die we met elkaar kunnen stellen. Maar her en der zullen toch andere inzichten zijn. En volgens mij hebben middels de kopgroepen, dat is voor de insiders denk ik bekende termen, via bepaalde stofstromen, hebben zich een aantal waterschappen omheen verzameld. Die zeggen van, nou, hier willen wij mee aan de slag. Die proberen dat van de grond te krijgen. Die proberen dat door te ontwikkelen. En op het moment dat dat volwassen genoeg is, dan kan dat wellicht in bij de anderen ook tot wasdom komen. En op die manier probeer je wel die snelheid erin te houden. Want ik denk dat we allemaal ook denk wel hier en daar wel wat meer willen versnellen. Ik denk dat dat een hele aardige, ook daar zijn we nog aan het leren. Mooie opzet is om. Maar toch ook wetgeving. Kijk, als je kijkt naar enerzijds belemmeren of stimuleren. Als je kijkt wat de impact is van het sluiten van de Duitse landbouw op de Nederlandse markt, dat is natuurlijk gigantisch. Dus daar zie je alleen het effect. En dat heeft met geld te maken. En dat volgt dan, zeg maar, de hele Nederlandse markt moet zich daarnaar richten, want we kunnen die kant niet meer op en er gebeuren hier andere dingen. Dus ja, ergens iets begrenzen door welke wetgeving dan ook, en stimuleren. De goede dingen is denk ik toch ook een handig stuurmiddel. Ook al zeggen de Duitse markt was alleen geen invloed op natuurlijk. Hoor ik Gert-Jan nog in mijn oor? Ja, goed zo. Ja. Op een gegeven moment hoor ik Gert-Jan zeggen dat de Duitse markt er niet meer is. Maar dat is natuurlijk niet zo. Die Duitse markt is er nog. Die is ook via EEW nog te bereiken. Er wordt in Duitsland veel bijgebouwd. Dus in die zin is die markt er nog wel. Alleen niet meer voor de landbouw. Ja, wel voor de verwerking. Die bedoelde ik ook. Ja. Nou, dat is een hele mooie toevoeging. Leon, heb jij een allerlaatste vraag? En anders gaan we hier weer een mooie ronde dans doen. De belangrijkste vraag, wie neemt de regie in die samenwerking? En dat is misschien ook een mooie opzet naar de afronding met Noor. Ja, misschien ga ik dan afscheid nemen van dit mooie team heren, eindverwerkers of ketenverwerkers, opwerkers, hoe we jullie ook willen noemen na dit slip webinar. En dan vraag ik de dames weer aan tafel te komen. Ja. En dan ondertussen mag ik deze tijd volpraten, werd gezegd. En ik heb druk aantekeningen zitten maken om dat te doen. Want er zijn me wel een aantal dingen opgevallen, dit webinar. Bijvoorbeeld wat ik net al aanhaakte, die opslagcapaciteit die nodig is en die veel kan oplossen. Dat daaraan gewerkt wordt. Zijn we te laat of zijn we nog precies op tijd met innovatie? Ik denk aan promovendi die 4 jaar bezig zijn. Ja, dat is natuurlijk, dat gaat veel te traag. Dus hoop ik dat die technologieleveranciers sneller zijn en misschien wel iets op de plank hebben liggen. En die robuuste basis, het gefaseerd iedere keer vernieuwen, denk ik dat een hele mooie is. En ik heb mijn tijd vol. Ze zijn er opeens. Wat heerlijk werkt dit toch in deze studio. Leon, kan je nog een keer je vraag herhalen? Want ik ben hem ondertussen alweer kwijt. En wie gaat straks de regie nemen in die samenwerking die iedereen wil? Want er moet iemand de regisseur spelen, denk ik. Nou, Noor. Ja. Van los. Daar zat ik alweer over na te denken. Nou, om te beginnen, kijk, wat ik wel echt even een mooie observatie vind, is hoe dat we zo op deze manier aan tafel zitten met elkaar en dat we deze blikken op onze wereld hebben, waarin vooral we allemaal zien en voelen dat we echt aan de vooravond van de transitie staan. Dat het ook heel erg zoeken is naar en hoe gaan we dat dan doen, maar we willen het in ieder geval samen doen. Ja, ik heb ook wel een uitdaging voor mezelf misschien, voor de waterschappen. Want ja, wij zijn bronhouder van het slip. En ik vind als bronhouder heb je ook een regiefunctie. Wij hebben, of de waterschappen hebben heel veel ambitie ook om wat we willen bereiken. Als we zeggen, wij willen als duurzame overheden ook naar 2050 kijken. Ja. Dan hebben wij wat te doen met alle partijen om ons heen. En het is, ik vind het fantastisch dat iedereen nu zegt van, dit moeten we vooral samen doen. En de tijd is er rijp voor om dat ook samen te willen. Ja. Dus, Maar moeten wij ook het lef hebben als waterschap om te zeggen, en wat willen wij dan in 2050? Want als wij vanuit A naar B blijven denken, hè, en dat is ongelooflijk belangrijk, want dat is wat we kennen, dat is robuust, dat is wat er ligt. Dat moet je ook nooit weggooien. Dat heeft een ongelooflijke grote waarde
Dat is ook heel waardevol gebleken. Maar als je echt een sprong wil maken, ja, dan moeten we ook lef hebben om van B naar A te gaan kijken. En dan ziet die wereld er misschien echt wel heel anders uit. Dus dat is... Ja, gaan we nu ook niet meer nog redden, op een maar... lijstje had geschreven is... hoe zou je het inrichten als je opnieuw zou mogen beginnen? Ja. En dat vind ik wel een hele spannende. En zou je nog steeds, nou ja, dit soort verbrandingsinstallaties hebben? Dat... Of zouden we het anders zien? Nou, kijk, als je nu kijkt naar 2050... denk ik dat er wel andersoortige afvalwaterzuiveringen... rioolwaterzuiveringsinstallaties opdoemen... En ook een ander slip- of grondstoffenvraagstuk. Ja. En dus ik denk dat dat op een hele andere manier gaat ingevuld worden. En ik, nou ja, waar Noor ook haar verhaal vanmorgen vanmiddag mee begon, was de lock-in. Hè, van ja. Het zijn grote installaties, grote contracten, er gaat veel geld in om. Ja. We zetten ons wel vast in allerlei structuren. Dat zien we op allerlei, hè, dat zien we in de rioleringen, in de zuiveringen en ook in de slip-eindverwerking. Ja. En ik denk dat we toch met z'n allen dan toch ook vooral moeten kijken van hoe we ons hele systeem anders kunnen insteken. Daarmee samenhangend, Noor, Gerrit Jan zei heel terecht van ja, misschien moet je sommige stoffen niet in je zuivering laten komen om je slip schoon te houden. Is dat ook een rol voor de waterschappen die je ziet, waaraan gewerkt wordt? Nee, dat is de ketenaanpak, hè, die we natuurlijk eigenlijk ook bij de aanpak van de microverontreiniging en de medicijnresten zien. Ja, ook daarin, en ja, dat is dan ook daarin moet je het samen doen. Maar het begint wel met iemand die zegt, en dit is wat wij willen bereiken. Dus dit willen we er niet meer in hebben. En dan ga je daarna terugrekenen. En wat moeten we dan doen om ervoor te zorgen dat het er niet meer in komt? Maar de keten wordt langer en langer. Absoluut. Maar ook, ja, je moet toch ergens een beetje een punt gaan zetten. Dat je zegt van, ja, maar vanaf daar gaan we terugwerken. Ja. Want anders dan zal je toch op basis, nou, die grote belangen, het 122 miljoen. Het is ook niet niks wat erin omgaat. En dat is allemaal belastinggeld. Daar moeten we ook allemaal heel wijs en verantwoord mee omgaan. Ja, dus er is nog heel wat te doen. Cora, mag ik jou dan het laatste woord geven? Want... Wat zou ik krijgen van je? Oh, wou jij het laatste? Oh, mijn god. Nee, Cora. Ik geef hem met liefde aan, Cora. Ja, jij had het net gehad. Als jij nog wat wil zeggen voordat ik het laatste woord mag, dan... Samen. Ja, nou, ik denk... het woordje samen is deze middag wel heel vaak gevallen. Ja. En ik ben wel heel blij dat we... Dat we dat ook nu vast kunnen houden om de grote uitdagingen van de toekomst ook gezamenlijk aan te gaan. We hebben elkaar daarvoor nodig. En ik hoop dat we daar vanuit STOA met dit webinar een klein zaadje hebben mogen planten. Ja. En dat dit ook een vervolg kan krijgen. Niet alleen bij KNW, maar ook gewoon met de waterschappen om dit verder op te pakken. En wij hebben gezegd van, we gaan 4 webinars doen. Nou, ik merk wel dat rondom slip nog zoveel te doen is. En er is nog zoveel innovatie. Daarom. Dit gaat echt niet het laatste webinar of symposium zijn. Hè, want ik hoop dat we toch weer een keer op een gegeven moment gewoon fysiek elkaar kunnen ontmoeten. Dat we elkaar rondom dit thema kunnen treffen en dat we ook die samenwerking ook gestalte hebben kunnen geven. Dus ik kijk uit naar de toekomst en alle mijlpalen die we daarin samen gaan vaststellen om daar verder in te komen. Nou, rest mij als laatste dank te zeggen. Nou, sowieso de deelnemers thuis, maar vooral ook de dagvoorzitter Merle. Dank je wel. Ik heb dit nu 4 keer met jou op een zeer aangename manier mogen doen. Dank daarvoor. Leon, thuis achter de Q&A. En hartstikke leuk dat je ook de organisatie en de goede ideeën achter de webinars. En Jessica natuurlijk. En Stefan wil ik ook nog een keer noemen met zijn filmpjes. Dit was het voor nu. We hebben 4 webinars gehad. Het wordt vervolgd, wanneer weet ik niet. Maar dank allen en blijf gezond en tot de volgende keer. Tot de volgende keer en wel thuis, ook als u thuis bent.